En dit keer gaan we praten met Joost de Vries, Ronit Pallash en Remy Aerts. En we spreken eigenlijk over waarom het zo moeilijk is of lijkt voor Nederland om stil te staan bij het eigen daderschap, dat daderschap te erkennen en überhaupt om te gaan met de duistere bladzijdes, tijden, gebeurtenissen uit het verleden. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik graag Clemens Patijn vragen om naar voren te komen en iets te vertellen, want u gaat vanavond 3 keer luisteren naar stukken uit de voorstelling Piano Stemmen. Clemens, ja, korte vraag, waar gaat de voorstelling over? Het is een muziektheatervoorstelling die gaat over geroofd bezit, Joods bezit, wat uit de huizen is gehaald nadat de mensen werden weggehaald in de razzia's. En dan met name over piano's en vleugels die geroofd zijn. En in de voorstelling vertellen de instrumenten, de pianostemmen, aan de hand van een oude pianostemmer die zich hier schuldig aan heeft gemaakt. Als hij gaat stemmen, maakt hij contact met de ziel van de instrumenten. En die vertellen eigenlijk het verhaal van hun rechtmatige eigenaren. En het is geen pianoconcert, het is een muziektheatervoorstelling waarbij tekst, zang, pianospel voor meerdere klavieren eigenlijk door elkaar heen gespeeld gaan worden. En waarom wilde je dit maken? Ik wilde het maken eigenlijk vanuit mijn fascinatie voor zwijgen. En zwijgen om mensen geen pijn te doen of zwijgen om zelf ergens mee weg te komen. En ik heb zelf Indische familie en daar is heel veel gezwegen na de Tweede Wereldoorlog over het verleden van mijn grootvader. Wat hij heeft meegemaakt in de kampen en eigenlijk het pijnlijke trauma. Het spanningsveld wat zwijgen geeft vanuit dat vertrekpunt als brandstof, als inspiratie voor dit verhaal, omdat deze geschiedenis behoorlijk onderbelicht is en onbekend is, willen we deze geschiedenis eigenlijk een stem geven met deze voorstelling. En je bent nu een week aan het repeteren. Ja. Wanneer kunnen mensen komen kijken? We beginnen 10 juni, 11 juni op Oerol. Dan gaat hij in première. En we spelen vervolgens van 19 oktober. Begint het in Breda, daarna in Deventer. En we eindigen in Amsterdam en start op de Kristallnacht. Ja. En wil je iets zeggen? We gaan 3 keer naar jullie luisteren. Ja. Wil je iets zeggen over de fragmenten waar we naar gaan luisteren? Of het eerste fragment misschien? Of we kunnen gewoon gaan kijken eigenlijk. En dat we daarna daar misschien iets over vertellen. Dat het voor zich spreekt. Dat is goed. Ja, ja, heel graag. Mag ook. Oké, dank je. Ja. Hoe lang zit hij nou al op die stoel? Sinds vanochtend. En wat was hij aan het doen? Iets met een doos. Opruimen. Hij haalde een stapel bladmuziek tevoorschijn en toen vond hij een etudeboek van Bertini. Toen zat hij verstijfd op die stoel. Hij keek ernaar alsof hij een treinongeluk zag. Ik ken dat boek. Dat is het etudeboek van Abby. Abby Sternheim. Ja, de familie Vestermijn die was al klant toen Koms vader nog leefde. En hij gaf haar pianoles. Eeuwen geleden.
klavier, sanftes Klavier, wenn sich die schönen Tänden verwöhnen, weich mich dir, weich mich dir, liebes Klavier, weich mich dir. Heel veel dank. Voor deze prachtige inleiding. Roniet Pallash, journalist, publiceerde onder andere de interviewbundel Ontroerende Onzin over de Joodse identiteit in Nederland anno nu. En stelde bloemlezingen samen met het over het werk van Ischa Meijer, Renate Rubenstein en Andreas Buurnier. En die laatste bloemlezing van dit illustere trio verschijnt in september. Gisteren ingeleverd. Oh, wat goed. Nou, dat is een opluchting, kan ik me voorstellen. Zeker. Remig Aerts, hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA, auteur van de gelauwerde Thorbecke-biografie en van het recent verschenen Denkend aan Nederland over de geschiedenis van de Nederlandse geschiedenis. En Joost de Vries is historicus, adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer en romanschrijver. En jouw laatste boek heet De Gelukkigste Man van Nederland. En dat gaat, ja, De Gelukkigste Man van Nederland is Mark Rutte, althans in jouw boek. Maar boek, het gaat eigenlijk veel meer over het Nederland van nu. Fijn dat jullie alle drie hier vandaag zijn om te praten over de Nederlandse geschiedenis en hoe we daarnaar kijken. En Roniet, ik wil bij jou beginnen. Als ik mijn goede blaadje kan vinden. Ja, dat kan ik. Ja, ze noemde net al jouw werk. En je bent eigenlijk als derde generatie betrokken bij de Holocaust. Als kind, als Joodse vrouw. Heb jij een andere manier van praten over de Shoah dan jouw ouders? Zeker. Dat heeft toch echt te maken met de afstand die er is tot de overlevers. Hè? Dus om het maar even inderdaad generationeel in te delen, kun je grosso modo spreken van bepaalde manieren van opvoeding. En er zijn natuurlijk uitzonderingen op. Hè? Dus er werd net gesproken over het grote zwijgen. Nou, dat is iets wat mij zeer bekend is. Maar er zijn ook families die nergens anders over praten. Dus het is maar net een beetje aan wie je het vraagt. Maar laten we zeggen dat de meeste mensen, in ieder geval van mijn ouders generatie, zijn opgevoed door mensen die getraumatiseerd zijn geweest. Zoals Ischa Meijer zei, geheel ongeschonden families kwamen gelukkig niet voor. Iedereen in Nederland is op een of andere manier, en zeker als Joodse familie natuurlijk, door de oorlog geraakt. In mijn familie is het zo dat mijn grootouders in Auschwitz allemaal gezeten hebben. Dus die waren behoorlijk getraumatiseerd, zou je kunnen zeggen. En ja, nogal gek ook, eigenlijk wel, zou je kunnen zeggen. En waarin merkte je dat gekke dan? De gekte. Ja. Ja, gewoon doordat niets normaal was. In de zin van, als je gewoon een opmerking maakte waarvan je dacht dat daar eigenlijk niet zoveel, dat je daar niet zoveel bijzonders mee zei, dan het werd meteen een heel groot ding allemaal. Het was allemaal heel erg ingewikkeld en raar. En er werd op verschillende momenten inderdaad gezwegen. Als ik iets wilde weten, was heel nieuwsgierig iemand. Dus mijn oma die miste een nagel. En ik wilde dan weten hoe het zat met die nagel. Waarom heb je geen nagel? Ja. Nou, en daar vertelden ze altijd hele rare verhalen omheen. En ik dacht, nou, ik ga het gewoon op drie verschillende momenten eens aan haar vragen. En elke keer kwam er een ander verhaal. Nou, en elke keer dus als ik wist dat mensen raar gingen doen, dan had het met die oorlog te maken. En uiteindelijk kwam ik er dus achter wat er met die nagel was, toen ik naar de film keek die Steven Spielberg gemaakt heeft. Althans, de testimonials, de getuigenissen van overlevenden.
Daar zit jouw oma in. Daar zit zij ook in. En dan vertelt ze dus dat een nazi met een tang de nagel eruit had getrokken. Ja, ik snap wel dat je dat niet aan je kleinkind wil vertellen. Maar grosso modo kwam het erop neer dat die tweede generatie is opgevoed met mensen die dus zwaar beschadigd waren. Die hun kinderen wilden ontzien. Mm-hmm. Dus die niet wilden spreken over wat hen allemaal overkomen was. Deels om ze te ontzien, maar ook uit schaamte over wat hen overkomen was. Soms uit schuld van ik kan wel nog een familie hebben en heel veel mensen niet. Mm-hmm. Je ziet dus ook heel vaak problemen tussen ouders en hun kinderen. Echt, ja, ik kan het een beetje vergelijken, omdat ik natuurlijk ook niet-Joden in mijn omgeving heb. Mm-hmm. Dat is toch van een ander slag problemen vaak, merk ik. En wat je dus merkt, is dat heel veel van die ouders het eigenlijk ontzettend moeilijk vonden om een beetje leuk te zijn tegen hun kinderen. En dat had er toch mee te maken dat ze een soort schuldgevoel of zo vaak ervoeren over het feit dat zij er wel nog waren. Mm-hmm. Dus met dat grote zwijgen werden zij dan opgevoed. Ondertussen wisten die kinderen natuurlijk donders goed dat er van alles met die ouders aan de hand was. Hun eigen problemen, ja, die wilden ze niet, daar wilden ze hun ouders niet mee lastigvallen, want die hadden al zoiets ergs meegemaakt. En zo hield iedereen elkaar in een onmogelijke gijzeling. En je noemt die schaamte. Ik chargeer nu, hè, helemaal. Ja, dus het zijn natuurlijk echt families waar het totaal harmonieus is gegaan. Ja. Ik denk niet veel. Maar toch, je hebt voor je werk veel families gesproken. Ja. En je hebt het over die schaamte. Voor wie schaamde zij zich? Nou, ze hebben zich bijvoorbeeld geschaamd, of althans uit de gesprekken die ik dan voerde, over wat hen overkomen was. Dus dat het zo ver heeft kunnen komen dat zij daar beland waren. Of dat zij in de nabijheid van vrienden, familieleden naakt als beesten hebben gestaan in rijen. Of gewoon, je kunt het niet zo banaal verzinnen, of eigenlijk dingen waar je natuurlijk niet voor hoeft te schamen. Maar ja, dat is nou het lastige van schaamte. Mm-hmm. En psychiater Louis Tas noemde het een gebrek aan empathie met jezelf. Yeah. Nou, dat is een beetje wat we eronder mogen verstaan. Dus vrees, je hebt zoiets ergs meegemaakt. En daar dat kun je eigenlijk niet delen met je kinderen. Zoals dat bij veel trauma's gaat. Hè. Dat is natuurlijk niet iets exclusiefs van oorlog, Tweede Wereldoorlog of de Jodenvervolging. Als er trauma's plaatsvinden binnen gezinnen, binnen families, dan hebben mensen het daar liever niet over. En jij wel? Ja, ik wel. Maar waarom? Ja, maar dat is ook de luxe positie van iemand die er weer wat verder vanaf staat. Ja, dus ik was gewoon heel nieuwsgierig en ik vroeg van alles. En ik had voortdurend in de gaten dat mensen me in de maling aan het nemen waren. En dat zeg ik nu een beetje oneerbiedig. In de maling aan het nemen. Ik bedoel, dat was wat ze konden. Mm-hmm. Wat ze konden. Dat was onvermogen. Alleen als kind is dat vervelend, omdat je wil gewoon iets weten en iedereen doet raar. En waarom Israël Meyer zo belangrijk voor mij is geworden, is omdat hij, toen leefde ik zelf nog niet, maar in 1974, dus eigenlijk heel kort na de oorlog, relatief, schreef hij het boek Brief aan mijn moeder. En dat was dus voor de generatie, voor mijn ouders, een verschrikkelijk boek. Omdat hij in dat boek even helemaal stopte met iedereen voor iedereen te beschermen. En gewoon zei waar het op stond. En hij dacht dat hij een soort particulier verhaal vertelde over wat hij had meegemaakt met zijn toch behoorlijk gekke ouders. Maar ondertussen bleek een hele generatie zich daarin te herkennen. Ja. Alleen had hij niet de fluwelen handschoentjes die generatie gewend was te gebruiken om met hun ouders om te gaan. Om die ouders maar te beschermen, want die hadden zulke vreselijke dingen meegemaakt. En hij deed dat gewoon niet meer. En dat is echt frappant, ook omdat hij eigenlijk officieel geen tweede generatie is. Judith Belinfante noemde dat eigenlijk een tussengeneratie, de anderhalfste generatie, omdat hij in de oorlog in 1943 geboren is. Maar dat is een beetje, als je het hebt over die problematiek waar die over gaat. En ik als derde generatie kon me meer permitteren. Dus ik durfde vragen te stellen. Ja, dat zouden mijn ouders niet in hun hoofd hebben gehaald om dat te stellen. Die schaamden zich ook regelmatig dood dat ik dat allemaal durfde. Want dat werd heel duidelijk. Kijk, en het lastige is, dus aan de ene kant wilden die ouders die kinderen niet meer belasten. Maar soms werd het ook wel uit de kast getrokken. He, van als iemand zei,
ik heb honger. Nou, je weet helemaal niet wat honger is. Of weet je wel, dat soort dingen. Dus dan werden de problemen die gewoon een kind heeft dat opgroeit zonder oorlog, gemarginaliseerd, klein gemaakt, niet betekenend, gebagatelliseerd. Ja. Remier, elke, nou ja, wat Roniet vertelt over verschillende generaties en verschillende taal en manieren van praten over geschiedenis. Verandert dat, hoe snel verandert een verhaal wat verteld wordt nadat iets gebeurd is? Nou ja, dat is heel het algemeen niet goed te zeggen. Maar als het gaat om de, nou, laten we even de Tweede Wereldoorlog nemen, waar we het nu over hebben, dan zie je wel dat in Nederland überhaupt in de eerste 10-15 jaar van de wederopbouw er betrekkelijk gezwegen werd over de oorlog en ieders oorlogservaringen. Hè. Dat was natuurlijk iets dat daar zo'n hele periode overheen gaat waarin mensen er niet over willen spreken, waarin schaamte, maar ook het niet oprakelen van ervaringen een rol speelt, waarin ook omdat mensen van elkaar wel weten waar ze gestaan hebben in de oorlog, dat liever ook in het midden laten. Ik bedoel, dat soort gedrag zie je eigenlijk de eerste 10, 15 jaar na de oorlog. Er is betrekkelijk weinig ook over geschreven. En het is eigenlijk pas vanaf de jaren 60 dat de oorlog heel veel centraler is komen te staan in herdenkingen en ook in de algemene beleving van Nederlanders. En zozeer zelfs dat de Tweede Wereldoorlog het belangrijkste en in zekere zin zelfs het enige historische referentiepunt is geworden van de hele samenleving. Er zijn geen onderdelen meer uit de oudere geschiedenis van Nederland die nog een hele levende functie hebben in de samenleving. Misschien alleen bij sommige kleine groepen, gereformeerden of mensen vanuit een hele sterke religie. En hoe zou je dat referentiepunt omschrijven? Nou ja, het is het enige grote collectieve trauma in zekere zin dat de Nederlandse samenleving achter zich heeft, waar iedereen nog wel iets mee te maken heeft. Al raken we daar nu na 75 jaar nogal behoorlijk los van. Ik bedoel, we praten niet voor niks toevallig vandaag over nut en zin van herdenken. Dat betekent dat de vanzelfsprekendheid ervan afneemt, of dat je moet gaan afvragen wat herdenk je en voor wie doe je dat langzamerhand. En als ik die vraag dan meteen aan jou stel, wat zie je dat wij nu herdenken als land en voor wie denk je dat we dat doen? Nou, we herdenken op heel verschillende manieren gaan doen. Hè? Kijk, in de eerste ronde, in de jaren 50, ook toen het monument op de Dam is gecreëerd, andere grote oorlogsmonumenten, de Dokwerker, de Verwoeste Stad in Rotterdam. Dat was het collectief herdenken van een nationaal trauma, waarin grote woorden werden gebruikt. Het ging om het Nederlandse volk dat geleden heeft. Daar werd ook niet veel onderscheid gemaakt. Het was een collectief trauma of een collectieve ervaring die men waardig wilde herdenken. Ook met grote woorden van helderdom en verzet en strijd en onze nationale waarden. Zo staat het ook nog bij het Nationaal Monument. En geleidelijk aan is het in de jaren 60 heel sterk verschoven naar de jodenvervolging en de jodenvernietiging. Natuurlijk vooral door het werk van Presser dat in gang heeft gezet. Dus dat heeft eigenlijk het hele de focus van de Tweede Wereldoorlogherdenking veranderd. En wat nu de laatste decennia aan de hand is een steeds verdere diversificatie naar groepen. Er zijn afzonderlijke groepen die hun oorlogsverleden of hun ervaring in de oorlog erkend willen zien, herkend willen zien, daar ook eigen monumenten voor willen hebben. Een belangrijk voorbeeld zijn natuurlijk de Indische Nederlanders. En überhaupt het binnen in beeld halen van van het feit dat de kolonisatie en de decolonisatie een rol spelen. En dat je Nederland, grote bevolking van mensen uit de voormalige kolonie in zich heeft. Ook dat moet op een gegeven moment een plaats krijgen. Dat is, en wat nu in de manier waarop we herdenken de laatste 20 jaar het sterkst aanwezig is, is een personalisering ervan. Dus zeg maar van het grote algemene collectieve leedherdenken diversificeert het zich naar
persoonlijke ervaringen van mensen. Alle boeken die nu verschijnen, de televisiereportage, de documentaires die we maken, die gaan altijd over persoonlijke onderduikgeschiedenissen, ervaringen die mensen hebben gehad, dingen die uit het archief naar voren komen, die van de zolder komen, die daar een nieuw verhaal opleveren. En dat is ook omdat, dat musea weten dat bijvoorbeeld ook, die werken daarmee, omdat je door het personaliseren het weer veel dichterbij kunt halen. Ja. Voor jongere generaties is die oorlog natuurlijk betrekkelijk abstract en ver weg geworden. Maar door het dichtbij tot menselijke ervaring te maken en dat te laten zien, blijft het leven. Ja. We hebben hier een aantal jaar geleden hebben we een keer een gesprek gehad waarin het ook wel ging over de hoe ver je daarin kan gaan. En ook het ging ook over reenactment. Ja. En over het feit dat er een Anne Frank escape room was. In het, we lachen er allemaal. Ja, ik ook. Ik vind het zelf ook ergens ook. Maar het is ook wel, kan niet even op het onsmakelijk misschien. Of niet, zie ik dat verkeerd. Dus ja, wat vind je ervan? Is dat goed? Is dat fout? Dat musea ook wel constateert dat altijd maar personaliseren, het binden aan een persoonlijk verhaal, heeft natuurlijk groot een nadeel. Namelijk dat je het ook wel daardoor erg individualiseert en het grotere verhaal waar het deel van uitmaakt eigenlijk helemaal buiten beeld raakt. Voor een deel zit er een vorm van commercialisering of entertainment in. Disney is bezig met dit soort. Ik kreeg net een verzoek van Disney, die kennelijk iets willen maken rond Miep Gies en Anne Frank. En dan willen ze wat informatie tappen. Dus dan komen ze naar Nederland. En natuurlijk Anne Frank, de musical, Soldaat van Oranje. Die geen musical was. Anne Frank was geen musical. Dat is zo grappig hoe dat is voorgaan leven in de... In is de, geen lied gezongen, nee, hoor. Dat is geniet, maar zo kwam het gewoon over, omdat ze dat prachtige decor hadden en al die perfecte PR. Maar in ieder geval, dit soort visualisering en het reenacten ervan, dat is een misschien een belangrijk element om mensen te blijven bereiken. Maar goed, je kunt wel afvragen, wat herdenk je dan eigenlijk? Of wat is precies, waar gaat dit over in het benutten van iets wat tot het algemeen collectief geheugen behoort en waar je commercieel nut uit haalt? Of heb je hier nog serieus de bedoeling om te herdenken? Er zit natuurlijk ook gewoon, sorry als ik... Ja, nee, heel graag. Er zit natuurlijk een hele harde waarheid achter dat... Geschiedenis is heel veel dingen. Hè? Ik bedoel, het is aan de ene kant een open wond die nooit helemaal dicht gaat. En ons voedt met allerlei trauma's en allemaal dingen waar we juist heel veel of juist helemaal niet over willen praten. Aan de ene kant is geschiedenis iets, hè, een soort snoepwinkel. En je kan gewoon pakken wat je wil. En je kan er, het is een blokkendoos. Je kan er je hele verhaal, je politieke ideologie mee vormgeven. En uitkiezen wat voor jou doorslag geeft, dus voor de identiteit. Maar een cynischer antwoord is ook dat de geschiedenis de grootste entertainmentindustrie is die we hebben. En het zijn verhalen die zijn zo groot en zo overweldigend dat als je ze in een roman zou opschrijven, zou je ze niet geloven. Dus het heeft ook gewoon permanent zo'n aantrekkingskracht op mensen. Omdat het is nogal wat. En als mensen zijn we nou eenmaal zo geprogrammeerd dat we heel graag naar verhalen luisteren. Dat zit in ons DNA. En het liefst van spannende verhalen. En de geschiedenis zit vol met spannende verhalen. Dus je moet niet kijken dat er heel veel dingen uit het verleden en ook uit de oorlog worden gebracht, die eigenlijk bijna losstaan van de oorlog en van de historische gebeurtenissen, maar gewoon puur draaien om het verhaal gegeven. Beetje cynisch gezegd. Nou, dan komen ze dus eigenlijk los van de oorlogscontext. Ja. Hè? Dan worden het algemene verhalen over menselijk heldendom of over menselijk lijden of over spannende avonturen. Dat kan op zichzelf. Maar dat heeft op zichzelf wel een belangrijke functie, omdat mensen het vaak lastig vinden om uit zichzelf empathisch te zijn. En dan help je ze een handje. Doordat ze een verhaal voorgeschoteld krijgen waar ze zich op een of andere manier in kunnen herkennen. Ja. Of denken van, dat zou mij ook kunnen overkomen. Of wat zou ik doen onder bepaalde omstandigheden? Als het zodanig tot de verbeelding spreekt, kun je daar als mens ook toe verhouden. En dat is natuurlijk ook waar herdenken volgens mij over gaat. Dat je niet alleen een bepaalde gebeurtenis herdenkt, maar dat je ook probeert daar gestalte aan te geven in de tijd van nu, of waar we met z'n allen een maatschappij mee aan het vormen zijn. En alleen al het feit dat wij, als we het over de oorlog hebben, dan hebben wij het in Nederland altijd over de Tweede Wereldoorlog. In Frankrijk is het la guerre of la grande guerre. Nu, als ik over de oorlog denk ik ook niet meer aan de oorlog, want er is nu een oorlog. Dus
dat zit me ook heel veel in taal eigenlijk. En je had het net heel erg over taal. En naarmate je dus verder in die generaties zit, dat wilde ik net nog zeggen, is die taal ook heel erg veranderd. Hè? Dus die verdoezelende taal is natuurlijk anders geworden. In de fotocollectie van mijn grootouders staat bij mensen die, waarvan we nu zouden zeggen, die zijn vermoord, daar staat achter de foto afgereisd. Dat was gewoon de terminologie waarmee zij communiceerden. Want het vermoord, dat zei je niet. Nu zijn we heel boos als iemand per ongeluk zegt, die is in Auschwitz overleden. Of die is in omgekomen. En dan worden we heel boos van vermoord. Ja. Maar dat is best recent eigenlijk, dat we dat zo zijn gaan benoemen, zo expliciet ook. Ja. Dat heeft wel een functie. En welke functie heeft dat? Nou ja, dat je dus inderdaad niet verdoezeld. Dus dat je het met elkaar kunt hebben over wat er nou eigenlijk echt gebeurd is en waartoe mensen in staat zijn geweest en makkelijk opnieuw kunnen worden. En mensen worden altijd hysterisch als je de oorlog erbij gaat halen bij vergelijken. Ja, ik iets minder. Want ik denk dat het belangrijk is om je ergens toe te kunnen verhouden. En als je nooit iets mag vergelijken, omdat je dan in die hiërarchie terechtkomt van het lijden, vind ik heel ingewikkeld. Daar voel ik me ontzettend door gegijzeld. Ik denk dat je dat juist ook wel moet doen, dat wel een functie heeft. En tegelijkertijd denk ik ook wel, maar misschien is je het er niet mee eens, dat je juist in die persoonlijke verhalen en in die disnificering van die verhalen, is het waar jij het over hebt, dat het echt benoemen en echt de woorden gebruiken voor wat het was. En je noemde net in het begin ook al een aantal dingen die gewoon huiveringwekkend zijn. Dat komt natuurlijk in die helder verhalen. Gaat het daar toch niet echt over? Maar het ligt ook aan je publiek, weet je wel. Ik bedoel, ik heb echt een afschuwwekkende hekel aan die hele Anne Frank-industrie. Maar tegelijkertijd is dat een meisje waar jonge mensen zich een voorstelling bij kunnen maken. Dus ze heeft wel degelijk een functie. En natuurlijk was Anne Frank niet in haar eentje en waren er heel veel meisjes die misschien geen dagboek hebben geschreven en die een vergelijkbaar lot tegemoet zijn getreden als zij. Toch heeft dat een functie. Toch zijn er kinderen van 10 jaar die, als ze door het Anne Frankhuis lopen, zich ineens kunnen voorstellen wat dat nou echt betekent. En je hoeft echt niet kinderen van 4 er al helemaal mee dood te gooien of zoiets, maar een bepaald bewustzijn over een geschiedenis die zomaar niet geschiedenis kan worden, is relevant. Dat is ook eigenlijk de enige manier, misschien nu nog, waarop je veel jongere generaties kunt blijven bereiken. Hè? Dus inderdaad, door het invoelbaar te maken, door het dichtbij te halen, door het herkenbaar te maken. Omdat, je kunt jonge generaties niet kwalijk nemen dat de oorlog ver weg is en dat het hun urgentie niet meer heeft. Kijk, nu ineens komt die urgentie een beetje weer terug doordat we op de televisie zien hoe een oorlog er echt uitziet. En eentje die betrekkelijk dichtbij is. Dus dat, maar, het ligt er ook aan wie het vraagt. Want er zijn natuurlijk, ik ben elke dag bezig met oorlog en de angst voor oorlog. En iemand die uit Bosnië hier woont, is daar ook elke dag mee bezig. Maar heel veel Nederlandse jongeren zijn natuurlijk toch daar veel minder mee bezig dan in bewuste groepen die nog een achtergrond hebben of waar dat betrekkelijk dichtbij is. Ja, maar ik denk wel dat als je, dat is misschien een beetje overdreven of gedeformeerd, dat zal ongetwijfeld zo zijn, maar ik zie gewoon heel vaak in een week een mini-oorlogssituatie waarin je gewoon kleur moet bekennen, waarin je aan een bepaalde kant moet staan, waarin je moet kiezen volgens je morele kompas, doe ik nu het goede of niet? En op de een of andere manier helpen dat soort vergelijkingen je dan om het je te dwingen om daar goed over na te denken. En dat zomaar terloops ergens naartoe kan gaan zonder dat je er heel erg in hebt. En, ja. Dat was een voorbeeld daarvan. En mijn vrouw werkte vorig jaar mee aan een dansproject. Dat werd georganiseerd door jonge Duitse danseressen uit Bamberg. Die in Duitsland merkte dat jongere generaties, de ergheid, de urgentie en ook de gevaarlijkheid van de oorlog niet meer voelen. Ook. En zij vinden dat juist bedreigend, omdat, vanwege het Duitse verleden, dat ze vinden dat jongeren daarvan doordrongen moeten blijven. Maar hoe doe je dat? Dan hebben ze
contact opgenomen met een Nederlandse, of ze hadden contact in Nederland met een vrouw die een correspondentiebrieven met haar moeder had gewisseld, die in een kamp terecht was gekomen. En op basis van die brieven hebben ze een Nederlands-Duits dansproject gemaakt met jonge Duitse danseressen en wat oudere Nederlandse danseressen, om als het ware voelbaar te maken en die oudere en jongere groepen bij elkaar te brengen, ook over de grenzen heen. Nou, dat kan je zeggen, oké, wat is dat nu helemaal? Wat ben je daarmee precies aan het doen? Maar dat is toch een hele oprechte poging om het nabij te maken en om voor jongere Duitse generaties zichtbaar te maken. Ja, dit is wel onze erfenis. Dit is wel wat wij gedaan hebben. Dit is wel wat onze grootouders gedaan hebben. Blijf daar op letten. Blijf daar attent op. En dat vond ik een mooie manier om dat op een mooie manier om dat zichtbaar te houden. Want vlak na de oorlog was dat veel heviger in Duitsland. Hè? Dan werden mensen, gewoon echt kinderen van 7 naar concentratiekampen meegenomen. En dan zeiden ze, kijk, dit hebben wij gedaan. Ja. En dat die kinderen... Maar dat, ja, dat gaat nu ook niet bewerken. En dat wil je ook niet eigenlijk. Nee, dat wil je niet. Dat wil je niet. Nee. Dat was meer nog bestraffing eigenlijk. Nee, maar net zo goed als ik eigenlijk niet wil dat ik op mijn 14e naar Theresienstadt moest als schoolreisje. Wil ik eigenlijk ook niet. Nee. Dus je moet echt een soort middenweg vinden tussen in hoeverre je mensen belast en... Ja. Met welke hardheid je dat wilt laten gelden eigenlijk. Ja, en ook wat je punt dan is, wat je wil overbrengen. Ja. Ik ga zo naar het tweede deel van het gesprek. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik heel graag nog een keertje luisteren naar een stuk uit Piano Stemmen. Novelet van Schumann. Dat klinkt op mij het mooist. Het is een zonnige dag. Hoewel meneer Rabinovich de laatste tijd veel doelloos heen en weer loopt door de kamer en nog maar weinig piano speelt, lijkt hij vandaag in goede doen. Hij speelt meerdere stukken. Zorgeloos. Als het even niet lukt, dan begint hij rustig opnieuw met het geduld dat hij tijdens zijn werk als schoolmeester nog kon opbrengen, maar thuis al maanden niet meer. Dan wordt er aangebeld. Aufmachen, klinkt een Duitse stem. Mevrouw Rabinovich, die rent de kamer in. Ik hoor glas breken. Ze hebben het ruitje van de voordeur kapotgeslagen. Ze komen naar binnen. Ik hoor ze op de trap. Zware laarzen. Een soldaat komt de voorkamer binnen. Mevrouw Rabinovich gilt. Ze wordt vastgepakt. Ze begint te schoppen. Ze spuugt. Dan zie ik hoe een soldaat haar slaat en het wordt stil. Meneer Rabinovich blijft spelen. Hij speelt tot een van de soldaten hem van zijn kruk aframt en hij valt op de grond. De glazen van zijn ronde brilletje breken. Hij probeert zich aan mij vast te grijpen. Ik gooi mijn 500 kilo Duits kwaliteitshout in de strijd, maar tevergeefs. De soldaat slaat met de achterkant van zijn geweer op meneer Rabinovich zijn handen. Zijn prachtige, zachte handen die de laatste jaren wat ouder geworden zijn, maar nog steeds spelen. Meneer Rabinovich moet loslaten. Hij wordt meegesleurd door zijn eigen woning naar het trappenhuis. Ik hoor hoe meneer Rabinovich over de trap naar beneden wordt gesleurd.
bonk, 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 bonk. Ik hoor hoe de voordeur dichtslaat. En dan stilte. Eén dag. Twee dagen. En dan? Buurman. Buurvrouw. Ja. Ik dacht, ik ga toch eens kijken hoe het met meneer en mevrouw Rabinovitsch is. Ik hoorde zo weinig. Ja. Hier hetzelfde. Denkt u dat ze zijn meegenomen? Ja, dat denk ik wel, ja. Ach, wat een toestand, hè? Nou. Ik zat te denken. Het zijn best wel zware tijden. Ja, zeg dat wel, ja. Ik heb 3 kinderen. Ik heb er 4. Ja. Ik denk dat ik deze klok meeneem. Die klok? Ja, kijk, als ik die kan verkopen, dan kan ik weer even vooruit. Hè? Wat ik zeg, ik heb 3 kinderen. Ja, buurvrouw, wat zal ik zeggen? Ik denk dat ik deze kandelaar meeneem. Oh. Ja, en dit schilderij is ook best veel waard, denkt u niet? Oh ja, dat denk ik zeker. Wilt u dat mee? Dan neem ik deze snuifdoos. Is goed. Buurvrouw? Buurman? Het is niet dat ik... Dat u wat? Nou, ik vond de meneer en mevrouw Rabinovitsch hele vriendelijke mensen. Oh, zeker. Ik ook. Hele vriendelijke mensen. Ja, en ik vind het verschrikkelijk dat... Ja, nee, hou maar op. Verschrikkelijk. Maar goed, als wij het niet meenemen, dan... Ja, dan neemt iemand anders het mee. Precies. In dit bakje liggen 4 horloges. Ik neem er 2. Is goed. Dan neem ik de andere 2. Is goed. Margenwinkel, momentje. Margenwinkel. Ja. Volgens mij drachten we alle 3 aan Margenwinkel nu, op dit moment. Ja. Ja, en hoewel wel eens opgeschreven verteld, is dit toch niet een verhaal wat Nederland heel graag, of waar Nederland heel graag aan herinnerd wordt, of waar men heel graag over spreekt of sprak aan het einde na de oorlog, toch? Of? Nee, nou ja, je had Is Lipschitz, die had het over de kleine Shoah. En dat ging eigenlijk over hoe Joden terugkwamen na de oorlog en wat ze toen allemaal te wachten stond. En een kilt van je welste waarbinnen ze werden ontvangen. Of antisemitisme was natuurlijk niet weg. Woonden allemaal vreemde mensen in hun huizen. Spullen kregen ze niet terug. Mochten ook nog met terugwerkende kracht even belasting betalen. Ja, ja, het verdient niet de schoonheidsprijs. To put it mildly. Wat is het voor, past dit niet in het verhaal wat Nederland over zichzelf vertelt? En wat is dan het nationale verhaal? Je schrijft in jouw inleiding dat op het moment dat maatschappelijke vanzelfsprekendheden verbrokkelen, wordt het verleden als inspiratiebron gebruikt, waaruit afgeronde verhalen ontstaan. Iedereen wil er iets uithalen, erkenning, rechtsherstel, groepsgevoel, zingeving. Dus we willen allemaal iets en past dit er niet goed in, of wat is dat? Nou, er is natuurlijk toch wel vrij veel op dit gebied gedaan, hoor. Kijk, dit waren de ervaringen na de oorlog. En er is ook daarna uitgebreid onderzoek gedaan, hè, naar hoe dat allemaal... niet alleen hoe het in de oorlog gegaan is, maar ook hoe na de oorlog die in de jaren
na de bezetting mensen die uit de kampen terugkwamen zijn opgevangen. Dat prachtige boek De Meelstreep, dat daarover is een groot onderzoek naar gedaan. En ook, kijk, ons hele beeld van hoe Nederlanders in de Tweede Wereldoorlog zich gedragen hadden. Aanvankelijk is dat natuurlijk heel sterk ingevuld geweest met we hebben allemaal collectief geleden, we hebben allemaal onder de bezetting geleden en we zijn voor een deel helden geweest die ons verzet hebben. Maar goed, sinds we in termen van grijstinten zijn gaan spreken, en dat doen we nu toch ook al 30, 40 jaar bijna, en zeker in het wetenschappelijk onderzoek, is dat beeld heel erg verkleurd naar de meeste Nederlanders hebben natuurlijk niet bepaald heel erg heroïsch gedrag vertoond in de Tweede Wereldoorlog. Dat is ook helemaal niet, dat is ook te begrijpen. Mensen redden zich en allerlei theorieën over accommodatie, over aanpassing. Ik bedoel, het zit een beetje tegen collaboratie aan. Mm-hmm. Iedereen probeert een beetje zijn weg te vinden. We hebben onderzoeken gedaan naar hoe economische belangen in de Tweede Wereldoorlog gewoon zijn doorgegaan. En we weten ook gewoon dat het verzet tegen de bezetting is in de eerste 2 jaar betrekkelijk zwak geweest. Voor een deel omdat het nog niet zo georganiseerd was. Maar voor een deel ook omdat de Nederlandse arbeidsmarkt en de economie draaiden als een tierenlier. Gaat pas kantelen na 1942. Als de Duitsers heel veel economische installaties weghalen en het eigenlijk slechter ging met de economie, dan groeide op allerlei manieren het verzet. Dus al dat soort relativeringen van hoe Nederlanders zich in de oorlog gedragen hebben, dat hebben we wetenschappelijk in ieder geval allemaal al lang gedaan. En in die zin is het beeld veranderd. Vertellen we daar al lang een heel ander verhaal over. Zelfs zozeer dat nu bijna weer de keerzijde is aangebroken. We hebben de Tweede Wereldoorlog nu zo grijs gemaakt, zo'n grijs verleden, dat er alweer een behoefte is de laatste 10 jaar. Mag er weer niet iets meer moraal in? Of mogen we weer iets meer mensen afrekenen op wat ze wel of niet gedaan hebben? Daar gaan nu de discussies over. Ja, het is denk ik in de cultuur is het natuurlijk ook al heel lang een vraagpunt geweest. Want de Nederlandse literatuur heeft de traditie, zeker over de laatste 20 jaar altijd heel veel gezegd, dat Nederlandse literatuur is niet geëngageerd, is niet met politieke vraagstukken bezig. Nou, dat kan je alleen zeggen als je de Tweede Wereldoorlog buiten beschouwing laat. Want zeker vanaf de jaren 60 is de Tweede Wereldoorlog het onderwerp van de Nederlandse cultuur. Zeker van de literatuur. En als je kijkt in die romans, die gaan bijna allemaal over een moment van falen. Het gaan allemaal over mensen met bepaalde opvattingen die geconfronteerd met het grote kwaad niet de goede kant kiezen. Of niet de helden zijn die ze denken dat ze willen. En dat geldt denk ik niet alleen voor literatuur, maar ook zit ook bijna alle grote speelfilms die zijn gemaakt. Het gekke is alleen dat er zit een soort van dubbel spoor zit er altijd in. Dat al die films hebben scènes van mensen die angstig wegkijken. Dat is bijna het cliché geworden. En dan is er vaak één iemand die iets durft te doen uiteindelijk. En de Duitsers in dat verhaal zijn vaak een soort van natuurkracht. Dat zijn een soort van regenwolk die voorbij trekt. Maar de held is een Nederlander. En de slechterik is altijd ook een Nederlander. Dus altijd, soldaat van Oranje wordt verraden door zijn buurjongen Robbie. Weet je wel, dus het is altijd dat verhaal. Het probleem is denk ik alleen dat heel veel mensen, als je er nu naar kijkt, zich dan eerder identificeren met die ene held dan met die ene collaborateur. En met die grote tussenlaag van bijstanders. En niemand identificeert als je zo'n film kijkt of zo'n boek leest met die mensen die wegkijken. Ja. Terwijl dat natuurlijk, en dat blijkt uit het algemene beeld is. Ja, dat zo. Mensen natuurlijk wegdoken. Ja. En dat is ook heel begrijpelijk. Ik bedoel, als we nu het gedrag zien, hoe gedragen mensen zich in Oekraïne, hoe gaan mensen in Rusland om met wat in door hun regering gedaan wordt. Als je daar überhaupt iets van te horen krijgt, is het ook vooral in de sfeer van mensen willen dat vooral liever niet weten. Ja. Willen het eigenlijk Nog los van de indoctrinatie. De indoctrinatie is het voor een deel omdat ze het verhaal geloven. Maar voor een deel lijkt het ook te zijn dat mensen gewoon er niet mee geconfronteerd willen worden, zolang het niet heel hard bij hun binnenkomt. En als we het dan hebben over die moraal en over dat oordelen, in hoeverre kunnen wij oordelen over gebeurtenissen uit het verleden? Of moeten we oordelen daarover? Ja. Het is natuurlijk, je hebt altijd die term van naoorlogse verzetshelden. En daar is Nederland vol mee. En dat is natuurlijk gewoon het. Rudiger Safranski heeft een keer een heel mooi boek geschreven over het kwaad. Het heet ook Het Kwaad. En daarin noemde hij Auschwitz het ontologisch nulpunt van de beschaving. En je meet hoe beschaafd en hoe humaan een beschaving is. Aan hoe ver we bij Auschwitz vandaan zijn, met zijn theorie. En dat geldt ook voor mensen als individu.
Dus hoe ver je ervan afstaat. Dus mensen, ik bedoel, daarom werd de oorlog natuurlijk zo'n moreel vraagstuk in Nederland. Begonnen voor zichzelf te bedenken. En ik denk dat daarom ook die persoonlijke verhalen helpen van wat zou ik hebben gedaan. Mm-hmm. Wat natuurlijk heel moeilijk is, is dat het echt onmogelijk is, denk ik. Je kan het voor jezelf bedenken, je kan er theorieën over hebben, je kan jezelf op de sofa leggen. Maar wat er gebeurt als het zover is, ja, dat is heel moeilijk. Heel moeilijk om vanuit nu, vanuit onze luxe, vanuit onze vrede, dat te bedenken. Ik ben altijd terughoudend in. Ja, maar het is ook echt een nutteloze vraag. Omdat je dat gewoon uiteindelijk niet weet. Maar daarom denk ik ook dat je zo'n grote catastrofe alleen maar praktisch kunt maken. Want dat is wat mensen dan willen doen door zich zo'n vraag te stellen. Door dat soort situaties in het klein te herkennen. Ja. Dan is het al zo godvergeten moeilijk om het juiste te kiezen, weet je wel. Dus jezelf voor te stellen wat je zou doen in een oorlogssituatie. Ja, nee. Dat is echt gratuit. Maar is het dan wat jij zegt, wat Arno Grunberg die zei van als het over Marokkanen gaat, dan gaat het over mij. Is dat een manier? Bijvoorbeeld, zeker. Ik, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Ik denk dat je absoluut een antenne moet hebben voor als een andere minderheid de pineut is. Dat in zekere zin een soort kanarie in de kolenmijn ook is. Hè? Dan kun je wel een soort aflezen hoe de temperatuur gesteld is in de samenleving. Dat ook, maar ook gewoon in hele kleine situaties. Als je ziet dat iemand vernederd wordt stelselmatig. Of trek je mond open of niet? Denk je van, nou, ik kijk even de andere kant op. Of spreek je je uit of niet? Ja, we weten allemaal hoe moeilijk dat is. Ja. Zeker als je zelf afhankelijk bent van deze of dat is hartstikke ingewikkeld. Maar in feite zijn dat die kleine dingen waarmee een groter kwaad begint. Morele oordelen over geschiedenis, die hebben in het maatschappelijk gebruik van geschiedenis hebben die een functie, hè? Zoals je ook zegt, nou, de voorbeelden die je geeft. Dat we hebben de geschiedenis nodig om onze moraal te kunnen meten en wegen en we hebben referentiepunten daarin nodig. Daar gebruik je de geschiedenis voor een deel voor. In professionele zin, als het gaat om kennis van het verleden, daar hebben historici er altijd moeite mee met moraliseren van het verleden, omdat het geen nieuwe zinvolle kennis oplevert. Omdat het eenvoudig, zeg maar, je wetenschappelijk onderzoeksprotocol in de weg zou staan wanneer je dat er sterk in zou brengen. En dat. Dus daar zit wel een beetje een scheiding in. Maar er zijn. Een paar weken geleden moest ik een boekpresentatie leiden. Een nieuw boek over de Joodse Raad door historicus Bart van den Boom. Ja. En die brak een lans voor empathisch geschiedschrijving. Ja, ik vond dat zelf dus een beetje ingewikkeld. Omdat ik op een bepaalde manier niet super wetenschappelijk vond eigenlijk wat hij deed. Maar het ging hem er wel degelijk over om na de oorlog een oordeel te vellen, een minder heftig oordeel dan tot nu toe het geval is geweest, over de Joodse Raad. En dat was echt wel zijn leidmotief van het boek. En daardoor vond ik dat hij ook een beetje te veel in een tunnel naar die hele kwestie ging kijken, omdat hij ook gewoon graag wilde betogen dat het allemaal niet zo zwart-wit zat. Maar hij noemde dat heel expliciet empathisch geschiedschrijven. Maar in feite, als je een goede historicus bent, moet je altijd empathisch geschiedschrijven. Ik bedoel, het gaat er namelijk om dat je recht probeert te doen aan mensen in het verleden. In welke rol ze dat ook geweest zijn. Ja. Of ze nou daders of slachtoffers zijn geweest of alles wat daartussen zit. Empathisch moet je als historicus zijn om überhaupt mensen in het verleden te kunnen begrijpen en te kunnen oproepen. Alleen, historici nemen er ook wel genoegen mee. Althans, vinden het belangrijk dat je erkent dat mensen in het verleden misschien een andere, vanuit andere waarden werkten of vanuit een ander levensgevoel werkten. En dat je dat niet vanuit het heden er zomaar bovenop moet leggen. Omdat het gewoon geen zinvolle analyse van het verleden kan opleveren. Of je, zeg maar, wat je bij in het voorbeeld dat je geeft proeft, is dat het soort, dat empathisch wordt dan het vergoelijken of iets dergelijks van dingen waar je eigenlijk een oordeel over zou moeten hebben. Maar als je naar mij zou vragen, zou ik al denken, kijk, historici kunnen best moraal in hun werk brengen, of een moreel oordeel. Dat doe je namelijk helemaal in het begin. In de
agendasetting, in de onderwerpen die je kiest, in de dingen die je belangrijk vindt, in datgene wat je uit het verleden haalt, in datgene waar je licht op wil werpen, en datgene waar je recht aan wil doen. Daar leg je als het ware je emotie of je empathie of je medegevoel in. En als je je onderzoek gedaan hebt, kan je in de nabeschouwing daarvan, of kunnen anderen die met jouw werk aan de gang gaan, mogen wel degelijk een moreel oordeel hebben. Mm-hmm. Alleen wat daartussenin zit, het soort werk dat je doet, daar moet je dat zoveel mogelijk proberen uit te schakelen. Of in ieder geval het zo op te lossen dat je het met maximale hoor en wederhoor. Want dat is eigenlijk wat is. In ieder geval een verschil toepassen tussen empathie en sympathie. Ja, begrip eigenlijk. Ja. Ik bedoel, ja, begrip is ook zo'n term. Je kunt begrip hebben voor het verleden. En als je dat te veel hebt, dan vergoeilijk je alles. Maar je moet in ieder geval altijd beginnen met proberen te begrijpen wat mensen in het verleden nou eigenlijk bewoog. En waarom ze dat gedaan hebben. Ik bedoel, de laatste jaren verschijnen er voortreffelijke boeken over de verschrikkelijkste daders. Hè? Over Rauter onder andere. Het is goed dat dat gebeurt. Dat moet ook gebeuren. Daar moet je... En dat gebeurt niet op een per se veroordelende manier, maar de keuze van het onderwerp is al een oordeel op zichzelf. Maar daarbinnen. Maar hoe bedoel je de keuze in het geval van Rauter? Hoe bedoel je dat dan? Dat de keuze voor Rauter al een oordeel op zichzelf is? Nou, dat je het ook belangrijk vindt dat je inzicht creëert in de ergste daders ervan. Dat je die kant wil onderzoeken. Ja, dat je die kant wil onderzoeken. Ik bedoel, ook dat is een onderwerp wat natuurlijk heel lang in de oorlogsgeschiedschrijving en herdenking niet paste. Dat je ook naar de daders kijkt. Vind je dat onterecht? Dat niet gebeurt? Mm-hmm. Dat vond ik onterecht. Ik vind het nu een goede inhaalbeweging dat het gebeurt. Dat er naar de daders gekeken wordt. Omdat we ook dat aspect willen begrijpen. We zijn niet mee geholpen dat we alleen maar de mensen die eronder geleden hebben onderzoeken in het verleden, maar ook degene dat we willen begrijpen waarom degene dat gedaan hebben, of vanuit welk motief, of vanuit welke waangedachten. Of ik bedoel, je wilt straks ook weten wat Poetin bewogen heeft. Ja. Maar zouden die mensen of de nakomelingen van die mensen dan ook een rol moeten kunnen vervullen binnen herdenkingsstructuren? Zoals er een tijdje bedacht is, we gaan met de kinderen van Duitsers herdenken. Foute Duitsers. Er zijn de kinderen van nazi-kopstukken, kinderen en kleinkinderen ervan, die nagenoeg allemaal, voor zover ik weet, volledig afstand hebben genomen van de verschrikkingen die hun eerdere familieleden hebben verricht. Misschien zit ook iets rechtvaardigs in om ook die mensen die er immers ook helemaal niets aan kunnen helpen, dat ze zulke ouders of voorouders, grootouders gehad hebben, om ook die een rol te geven in die herdenking. Ik vind niet dat het een heel prominente rol zou moeten zijn, overigens. Maar alleen wat voor rol dan? Nou ja, god, juist als zij zich geroepen voelen, alleen als zij zich geroepen zouden voelen om afstand te nemen van hun vaders en grootvaders, dan zou het een rol kunnen spelen bij herdenkingen. Maar, en zouden zij een soort slachtofferschaprol dan hebben? Nee, dat geloof ik zeker niet. Nee. Maar het is ook wel weer relevant om te weten in welke positie je gebracht wordt wanneer je zo'n beladen verleden hebt. Dus niet alleen voor de slachtoffers, waarvoor dat moeilijk is en traumatisch is, maar het is natuurlijk ook traumatisch voor je wanneer je zulke ouders of grootouders hebt gehad. En ook dat is een erfenis waarmee je moet leven, waar je niet om gevraagd hebt zelf. Hoe kijk jij hiernaar? Ja, ik kijk er eigenlijk ook zo naar. Waar het niet dat ik net zo'n woedende brief van Andreas Bernier heb teruggevonden in het archief, waarin ze helemaal uit haar stekker gaat over mensen die deze vorm van nivellering zouden willen toepassen en dus slachtoffers, de Joodse slachtoffers, op één niveau willen plaatsen van slachtoffers in de zin van kinderen van misdadigers. En zij is daar zo verbolgen over dat ook weer in mij is gaan nestelen, waardoor ik nog niet helemaal daaruit ben hoe ik er nou eigenlijk zelf over denk. Want het was een vrij overtuigende brief.
Nee, maar goed, dat is natuurlijk volledig begrijpelijk. En ook vanuit haar generatiesituatie zit het veel dichterbij. Ik bedoel, en dat, zeker, ze het, dat ze, dat speelt dat ze mee. Zegt het is een beetje. Ja, wezenlijk... maar ze heeft er wel begrip voor. Ze begrijpt dus heel erg goed dat deze mensen ook ergens slachtoffer van zijn. En maar daar natuurlijk niet aan kunnen onmetelijk doen. Veel minder maar zij dan vindt, anderen. Ja, die ouders hebben een bepaalde keuze gemaakt, zegt ze. Dat is een van de argumenten. En mijn ouders hadden geen keuze. Ja, nee, dus zeker, ja. Het is een steengoede brief. Ja. Hoewel ik eerst dus meer. Ja, hoewel ik niet vind dat ze nou echt in de herdenking een rol moet. Het heeft ook geen enkele zin om deze categorie mensen een prominente rol te gaan geven in herdenkingen. Alleen je kunt je voorstellen dat ook zij zelf behoefte hebben om in het openbaar afstand te kunnen nemen. Dat is wat ik er wel van begrijp. Ja. Ik wil nog heel even naar het leren van de geschiedenis. En je noemde het onderzoeken van daders, ook omdat je wil weten wat die mensen gedreven heeft. En dan wil ik toch de vraag opwerpen of we daar nou echt iets van leren. Of dat we denken in het hedendaagse Nederland, ja, zo erg als het toen was, zo wordt het toch nooit. En dan, Joost, dan kijk ik naar jou. Je hebt Nederland vind ik heel treffend getypeerd in jouw laatste boek. Ja, kijk, allereerst heb je, waar we het eigenlijk net al uitgebreid over hadden, heb je het empathische gedeelte. En dat werkt alleen, dat wordt alleen getriggerd, denk ik, als je die verhalen vertelt. Ik bedoel, dat is al gewoon het grote, waarom 4 en 5 mei zulke bijzondere dagen zijn. Dat het iets is, dat er een moment is waarin we met z'n allen over nadenken. Ik denk dat ook één. Wat ik wel fascinerend vind, ik heb een keer uitgebreider over geschreven. En ik heb de cijfers niet meer precies paraat. Er zit ook zo'n curve in de 4 en 5 mei herdenkingen, in hoe populair ze zijn geweest. Hoeveel mensen erop af zijn gekomen. En zie je dus inderdaad in de jaren 60, wat Remy ook al zei, dat er een soort van piek komt en dat er veel meer herdenkingen komen en er worden monumenten gesticht. En op een gegeven moment ebt het weer weg. Mm-hmm. En dan eind jaren 90. Het is wel grappig, dan zie je foto's van dode herdenkingen op de Dam en dan denk je, waar is iedereen? Mm-hmm. En omdat je nu zo gewend bent, of in ieder geval zeker voor corona, zo gewend bent dat die Dam helemaal vol stond. Mm-hmm. 30 jaar geleden was dat dus niet zo. Er kwamen gewoon veel minder mensen op af. Dus op een bepaalde manier is die oorlog belangrijker geworden voor ons. En ik denk, wat nuchter gezegd, misschien ook omdat 4 mei dodenherdenking echt een van de weinige tradities is die we nog hebben in Nederland. Dus ik denk dat mensen er ook staan, omdat dat is wat je hoort te doen. En dat vinden mensen fijn. Het is het enige moment in het jaar dat je het volkslied zingt. Ik denk dat stiekem dat heel veel mensen dat heel fijn vinden. Ik zie altijd, ik ga er altijd naartoe, op verschillende plekken geweest, ziet altijd mensen gewoon van mijn leeftijd met tranen in de ogen. Dat is heel zeldzaam, dus ik denk dat we het daarom ook koesten. En tegelijkertijd, dus die oorlog is groter geworden en is belangrijker geworden. En ook omdat we een zo lange periode van welvaart hebben gehad en ook een periode van versnippering. Er is niet meer één gebeurtenis die het hele land bij elkaar brengt. En dit is dan het ene moment dat we het nog wel hebben in het verleden. Is de oorlog een smeermiddel? Ja, de oorlog is een bindmiddel en het is een smeermiddel. Het is iets dat mensen bij elkaar houdt en dat vinden we heel fijn. En tegelijkertijd zie je denk ik daarom ook... Maar gaat het dan wel over de oorlog? Nee, ik denk dus dat voor een deel, en dat is misschien een beetje kunnen om te zeggen, het niet altijd over die oorlog gaat. Ik denk dat er ook mensen op de Dam staan, dat verwijt ik ze verder niet, die er niet staan voor de oorlog, maar meer staan van dit is de traditie. En we vinden het fijn om tradities te hebben. We hebben nog heel weinig rituelen in ons dagelijkse leven. En dit is er één. En wordt het daarmee hol, naar jouw idee, of niet? Nee, daarmee wordt het niet hol. Maar het verandert dus wel iets van betekenis. En ik bedoel, dat het niet meer alleen gaat om wat er in de oorlog is gebeurd. Maar ook om hoe we wat het betekent om Nederlander te zijn. Voor een bepaalde manier, ik denk dat voor heel veel mensen is, gewoon 8 uur 4 mei is gewoon een heilig moment in Nederland. Gewoon nog los. Zelfs los van de oorlog. Dat is wat je definieert, dat je dan 2 minuten stilstaat. En ik vind het ook heel grappig dat je, weet je wel, ik weet niet of die foto echt is hoor, maar je hebt zo'n bekende foto van zo'n jongen van Deliveroo, zo'n pizza bezorger, die dan zo 2 minuten langs de kant staat. En dat is echt zo, iedereen is daar dan trots op, weet je wel. Iedereen van wat een held. Ja. En later bleek dat die Domino's of welke pizza bezorger gewoon een mail had gestuurd van alle medewerkers van Denkrom om 8 uur. 8 uur sta je moet je stil. Afstappen. Dan keek die jongen ook zo gepresseerd misschien. Maar wat zien we daar dan in? Zien we daar goed Nederlanderschap? Zien we plichtbesef? Maar het gekke is, er zit ook een schaduwkant aan. Namelijk dat, want we hebben het nu ook over oorlog. Kijk, de PVV ging ineens de Prinsenvlag ophangen.
Dus de oranje, wit, blauwe vlag, wat door de NSB werd gebruikt. Je hebt Thierry Baudet die de ene opmerking naar de ander maakt over de Holocaust. En dat doet hij omdat voor een heel grote groep in Nederland is die oorlog heel belangrijk geworden. Een soort van heilig onderwerp. Dus al wil je provoceren, wat pak je dan? Al wil je laten zien, ik heb totaal scheid aan wat voor jullie belangrijk is. Dan pak je dat. Mm-hmm. En ik bedoel, dat zie je al langer. Ik zit heel erg in een roman van me. Dat gaat ook over popcultuur die over de oorlog gaat voor een deel. Je ziet het al langer. Je ziet het ook in South Park terugkomen. En in films van Quentin Tarantino. Dat het is bijna, voor een bepaalde slag mensen, is het ook stoer om je daar dan op die manier tegen af te zetten. En het was heel lang iets voor pubers, mm-hmm. had ik het gevoel. Maar die pubers zijn nu oud genoeg om Kamerlid te zijn. En zo zie je dat nu ook gebeuren. Maar dat komt toch ook doordat wij daar heel spastisch mee omgaan zelf? Ja, natuurlijk, omdat het zo heilig is. Als mensen in een coronademonstratie geen vergelijking mogen trekken met de oorlog, dan maken wij er toch zelf iets heel spastisch van. Ik bedoel, waarom hebben die mensen geen recht op hun wansmaak? Laat ze lekker die idiote dingen. Het is totaal belachelijk. Ja, dat weet mens. Ieder wel, denkend mens. Maar door er zo hysterisch op te reageren, hou je toch iedereen maar je ziet wel aan dat het referentiepunt... Het referentiepunt omdat wij dat creëren. Omdat wij dat toestaan. Wij staan dat toe. Maar heeft die wansmaak of dat onteren, heeft dat een functie? Is dat nog ergens... Nou ja, op de manier waarop het politiek gebeurt, heeft het natuurlijk een functie. Ik bedoel, dat je probeert in te grijpen of aan te tasten datgene wat de meeste mensen als heilig beschouwen. Ja, dat, mm-hmm. er zijn niet zoveel dingen die in Nederland als heilig beschouwen. Dus als dit er één is, dan kan je daar hard in zijn en je punt op maken. Dus in die zin heeft het een functie voor tegenstanders. En ook dat rituele aspect. Ik bedoel, of het nou nog over de oorlog gaat of niet. Kennelijk heeft de samenleving, en ook zeker de afgelopen 20 jaar... groeiende behoefte aan collectieve rituelen, collectieve ceremonie. Er zijn weinig dingen die daar gelegenheid toe geven. Dit is er één. En daarom is dat ritueel ook, of deze ceremonie ook mooier en deftiger en heiliger geworden in de afgelopen decennia. En nu is het ook iets, je moet daarbij geweest zijn, of je moet plechtig voor de televisie gezeten hebben en ook 2 minuten stil geweest zijn, om nog zo'n soort gevoel van nationale verbondenheid te hebben. Wat natuurlijk op allerlei manieren best ook aan spanning onderhevig is. Want alleen al het ontstaan van allerlei andere monumenten, ook het Indisch monument en het herdenken van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Er zit ook een vorm van het zoeken naar erkenning in voor andere groepen die ook een deel willen hebben aan dit ritueel, zonder dat ze zich hoeven in te voegen in het collectief dat al bestaat. Dus er zit iets in van een streven naar collectiviteit, maar tegelijkertijd het expliciteren van eigen identiteiten die in dit proces van herdenking gaande is. Ja. Vind je dat het iets heiligs zou moeten blijven? Nou, ik persoonlijk ben niet heel erg van heilige ceremonies. Het heeft kennelijk wel een maatschappelijke functie dat het deze waardigheid heeft. Laten we zeggen, er zijn heel weinig momenten, heel weinig dingen in Nederland die nog een zekere waardigheid willen hebben. En dit is er nog eentje, zo'n moment waarop men vindt dat je dat moet waardig blijven. Daar mogen ook iets grotere woorden klinken dan gewoonlijk. Hè. Er zit een soort van retoriek omheen om de plaats, de locatie, de setting, de woorden die elders ontbreekt. En ja, misschien is het wel goed als we nog een paar van dit soort gemeenschappelijke referentiepunten hebben, afgezien van de voetbaltoernooien en feesten en zo. Ja. Nou, heb je een voorstel? Hoe bedoel je? Een voorstel voor zo'n moment? Nou ja, ik bedoel het meer ter rechtvaardiging van dit, zoals het, van de ceremonie zoals hij... Nee, snap ik. Maar heb je een idee bij wat zo'n moment zou kunnen zijn? Is er een gebeurtenis? Dus iets anders, bedoel je? Ja. Zou er nog... Ik zie niet heel veel mogelijkheden tot dit type collectiviteit. Kijk, de oorlog is in zekere zin ook wel weer ver genoeg weg om die collectiviteit te kunnen creëren. Hè, omdat dat iedereen daar op een of andere manier een deel aan heeft, zonder dat het voor de meeste mensen heel erg beladen is. Maar de ontwikkeling in onze samenleving is natuurlijk juist dat we en van het verleden steeds verder losraken. Dat er geen enkel ander deel van het verleden meer is dat collectief relevant is. Wel natuurlijk
allerlei punten van het verleden die maximaal beladen zijn. Maar is het niet zo dat het slavernijverleden bijvoorbeeld steeds meer erkenning begint te krijgen, ook bij generaties die daar minder bij hebben stilgestaan? Katie Cotty zie ik inderdaad ook wel uitgezien. We zien nog steeds dat de aanhang daarvoor in de Nederlandse samenleving betrekkelijk gering is. Het is het is in opkomst. Erkenning ervoor wordt groter. Het krijgt betekenis. Maar ik denk dat het nog wel eventjes gaat duren voordat dit herkend gaat worden als een... Maar dit heeft ook even geduurd. Dit is in zekere zin vanaf het begin geweest. Ja, al even dat wie je herdenkt en zo, dat is wel heel erg veranderd. Het heeft heel lang geduurd voordat de Joden werden herdacht bijvoorbeeld. Ja, de manier van de invulling verandert en de aanhang misschien daarvoor. Maar... we zullen zien. Ik bedoel, niemand kan in de toekomst kijken of Katie Cotty die functie krijgt. Maar dit is... Dat we met z'n allen op de Dam gaan staan om de slavernij te herdenken. Ja, en wat je bijvoorbeeld extreem rechts ziet, die grijpen dan bijvoorbeeld opeens terug op de 80-jarige oorlog. En dan heb je allemaal van die rechtse figuren die dan over de akte van verlatingen gaan tweeten. Ja, heel Frans. Ja. Maar is Nederland dan... Ja, heel Frans, kan je dan concluderen dat Nederland eigenlijk heel erg zoekend is naar een invulling van nationale identiteit? En is dat iets het grappige is, we zitten nu denk ik wel op een heel interessant moment. En ik ben echt benieuwd hoe je hier over 10 jaar over terugkomt. Ik ben het wel met Ronita eens. Ik ben heel benieuwd wat er met Katie Cotty gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd zitten we natuurlijk... We hebben heel lang over die oorlog kunnen nadenken. Dat heeft totaal onze, op elke mogelijke manier onze interesse gepakt. En heeft onze focus bepaald. En wat je nu merkt de laatste jaren is dat we erachter komen dat die focus beperkt was. Dat er andere dingen zijn gebeurd. En dat we opeens, dat er nog iets gebeurde in de jaren 40, behalve de Duitsers. Namelijk wij zelf in wat nu Indonesië is. Ja. En dat een totaal andere manier van kijken is naar wat Nederlandse politiek is en wat Nederlanders kunnen doen en kunnen aanrichten. Ja. En dat je opeens met één scharnierbeweging van slachtoffer naar dader toe gaat. En je merkt dat nu een hele krampachtige, dat het nu echt een discussie is die nu in 3 jaar tijd ongelooflijk op gang gaat. Ja. Ik weet nog dat ik een keer een boek zocht in Atheneum. Dat was dan 1 plankje met Indonesië. Nu hebben ze gewoon 2 kasten met Indonesië-boeken. Maar hiermee gaat herdenken natuurlijk ook steeds moeilijker worden straks. Hè? Want nu ineens worden we zichtbaar geconfronteerd en is nu enorm gedocumenteerd dat dezelfde Nederlanders die net de oorlog hadden doorleefd en die daarna plechtig gingen herdenken, aan de verkeerde kant van de geschiedenis hebben gestaan. Het sluit ook wel mooi aan wat Ron niet net zei, dat het over taal gaat. Ik bedoel, Indonesië is daar zo'n mooi voorbeeld van. Pollutionele acties, Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Structureel geweld. En inmiddels zijn we erbij uit van, jongens, dat was gewoon een keiharde oorlog. En er zijn oorlogsmisdaden gepleegd. Ja. En zelfs dat wordt nog steeds niet echt unaniem gebruikt, dat woord. Ja, ik wil hier heel graag in het laatste deel van het gesprek nog wat langer over doorpraten. Maar ik had u ook beloofd dat we nog een derde keer gingen luisteren, dus laten we dat eerst doen. Schreibtisch, Sitzbank, Wandlampe, Aufklappbett. Armstuhl, Likör, Garnitur, Rauchstände, Handlehmaschine, Wandteppich, Fotoapparat, die Möbel. Aktentasche, Kristallvasen, Coinleuchter, Schreibtisch, Sitzbank, Wandlampe, Aufklappbett. Armstuhl, Likör, Garnitur, Rauchstände, Handnehmmaschine, Wandteppich, Fotoapparat. Steht die Firma krumm? Ich will even praten. Heb je even Zeit? Mein Name ist Abraham. Abraham Puls. P-U-L-S. Aangenaam kennis te maken. Kijk, in feite is het gewoon heel simpel.
Heel erg simpel zelfs. Onze vriendelijke buurman uit het oosten, onze vriendelijke nachtbar, brengt de inwoners van de huizen naar het station. Vervolgens komt mijn bescheiden firma in actie. Wat ik dus zeg, die mensen die laten hun huisje achter. Ja. Met al hun mooie spulletjes er nog in. Denk aan wandtapijten, salontafels, schilderijen, topkwaliteit gordijnen, stoelen, banken en muziekinstrumenten. Kijk, onze kort besnorde buurman uit het oosten heeft op dit moment last van bombardementen. Hele gezinnen zitten daar in huizen die half zijn ingestort. Ja, die mensen die zaten daar rustig hun sauerkraut te eten toen ineens het plafond naar beneden kwam. Ze zijn alles kwijt, die mensen. En wat is dan een mooie oplossing? Nee. Wij halen deze huizen leeg. Hè? We pulsen ze. Ja, want ja, de oorspronkelijke bewoning is immers toch verdwenen. We zoeken de mooiste spulletjes uit en brengen het naar hiernaast. Dat is wel zo aardig, toch? Liebesgabe noemen we dat. Ja. Kijk, het mooie is, ik heb goed contact met de buurman. Ik ken de buurman en de buurman kent mij. Hè? Wir verstenden einander. En als ik zo nu en dan wat spulletjes voor mezelf wil houden, dan zegt die Abraham, dat is prima. Dat is geen probleem. Nee. En soms, dat gebeurt ook wel eens, dat hij zegt, Abraham, ik heb nou 20 salontafels van je gekregen. Ik heb voorlopig wel even genoeg salontafels. En dan kan ik die salontafels dus lekker zelf houden en misschien doorverkopen. En nou weet ik heus wel, Krom, dat jij geen interesse hebt in salontafels. Maar het zijn muzikale types, weet je wel. Ik zei, het zijn muzikale types, die Joden. Gewoon een cultuurdingetje zijn of zo. Die huizen, die staan vol met instrumenten. Dus, ik vroeg mij af. Jacobus Krom. Kennen wij daar misschien niet iets mee? Ja, Joost, je noemde net al de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog, politionele acties. Die omgang met dat daderschap, daar wil ik het toch nog even met jullie over hebben. En over kijken naar de geschiedenis waarin Nederland als dader fungeerde. Het is niet zo heel lang geleden dat Balkenende het nog had over de VOC-mentaliteit. Dit onderzoek wat nu net is uitgekomen naar die onafhankelijkheidsoorlog. Nou ja, we zitten inmiddels in 2022. Duurt dat niet lang? Dat onze blik op de geschiedenis toch nu aan het veranderen is? Of is dat heel normaal? En zegt dat iets over... Ja, dat is wel grappig inderdaad. Want je hebt altijd zo'n gouden regel dat als er een oorlog is geweest, dan duurt het 15 jaar voordat er allemaal films en boeken overkomen. Dat kan je perfect zien met de Tweede Wereldoorlog. Je kan het zien met de Koreaoorlog, met de Vietnamoorlog. Je kan het ook zien met de Eerste Golfoorlog. Dat heb je op een gegeven moment ook zo'n zin. En het gekke is dat hierbij er een soort van gekke uitzondering lijkt te zijn. We hebben met de Groenen hebben vorig jaar de koloniale leeslijst gemaakt. Het waren allemaal, gingen allemaal boeken die over Indië en daarna Indonesië en de vrijheidsstrijd, noem maar op, gingen. En het viel me wel echt op dat daar geweldige boeken zaten die dus echt nooit tot de kanon zijn doorgedrongen. En dat dat echt zo'n vreemde, gekke omissie is. Dus bijna bijna al die regels, bij al die oorlog heb je een beetje zo'n regel van 20 jaar. En die gaat dus hier niet echt lijkt op te gaan. Ik bedoel, een van de meest verpletterende boeken van een
naoorlogsboeken is toch Amor Fati van Abel Herzberg. Dat is uit 1946. Ja, nee, die zijn er ook. Ze zijn er ook wel. Maar ja. Gewoon zeg maar de grote golfbeweging. Ik bedoel, er zijn ook wel boeken over Indonesië, hoor, ja. Die al sneller kwamen. Oeroeg is natuurlijk het bekendste voorbeeld van. Maar voordat het echt een soort van, dat het de mainstream bereikt en dat het een soort trend werd, daar zit altijd een gekke vertraging. En dat zit hier dus extra lang, op een of andere manier. En misschien is dat dus, ja, ik weet niet, theorie maar een beetje. Mm-hmm. Het moeilijke natuurlijk met de oorlog is, we vinden oorlog vreselijk en we vinden het ergste wat er is en het gevaarlijkste wat er is. En je vergeet bijna dat er altijd mensen zijn die er zin in hebben. Er zijn altijd politieke leiders die zeggen, jongens, laarzen aan, we gaan. Weer in het vet, we gaan. En er zijn altijd generaals die gewoon klaar zitten. Die hun manschappen zijn scherp, let's go. Dus een oorlog is nooit, komt bijna nooit zomaar tot stand. En Nederland heeft daar, wat de Tweede Wereldoorlog betreft, een goed verhaal. We wilden neutraal blijven. We gingen ervan uit, ons gebeurt niks. De oorlog brak in 1939 uit en tot mei 1940 was er niks aan de hand in Nederland. Volgens worden we binnengevallen en dan krijg je dat. Dan krijg je die bezetting. Eerst is die redelijk mat. Daarna wordt het echt oorlog. Dan wordt het echt een harde bezetting. Er gebeuren vreselijke dingen. Al het gedoe. En binnen dat verhaal is Nederland, of de Nederlanders zijn reactief. Er gebeurt iets en daar kan je goed op reageren of je kan er fout op reageren. Maar jij wordt voor een keuze gedwongen door iemand anders, door een externe macht. Dus die oorlog is extern op een bepaalde manier. Jij hebt er niet voor gekozen, hij overkomt jou. En het verhaal van Indië, of Indonesië, is een ander. Want dat is een bewuste keuze. Dat is gewoon besluiten die hier worden gemaakt, die door een heel groot deel van de bevolking worden gesteund. Mensen die net de oorlog hebben meegemaakt als slachtoffer, kiezen er nu voor om als acteur te gaan handelen. Dus het is op een bepaalde manier, weet je wel, dit is het domste voorbeeld dat ik kan geven, maar het komt even op. Je denkt van, oh, we hebben Obama gehad en wat goed, en dan krijg je Trump. En dat is wat er in onze geschiedenis gebeurt. We dachten van, oké, we waren slachtoffers en opeens blijken we dat niet te zijn. En op een bepaalde manier zet dat dus ook die hele geschiedenis van die oorlog in een ander daglicht, als dit het volgende hoofdstuk is. Ik denk dat het daardoor komt dat... Ja, die worsteling, daar zitten we nu mee. Daar zitten we nu meer in. Ja, dat laatste punt is inderdaad wel interessant. Ja. Wat dat voor verandering zal brengen in de manier we over oorlogen denken. Hè? Dat je dus nu ineens zo'n zelf als dader in die decolonisatieoorlog zo'n rol hebt gespeeld. Dat gaat hoe dan ook in het herdenken van... We hebben herdenken nu bijvoorbeeld in de... Op 4 mei ook alle militairen die waar ook ter wereld in vredesmissies, et cetera, gevallen zijn. Maar dit is natuurlijk dan wel een hele bijzondere missie geweest waar een hele andere kant aan zit. Dus dat gaat invloed hebben. Maar het is wel zo dat, je hebt helemaal gelijk ook, dat in het collectief en het culturele bewustzijn van Nederland, die de decolonisatie, überhaupt de koloniale geschiedenis, betrekkelijk ver weg is geraakt en heel, heel langzaam doordringt. Waarom is dat? Nou ja, waarom dat in culturele zin zo is, dat zou ik niet onmiddellijk kunnen beantwoorden. Maar voor historici is het wel wat verbazend, omdat die zich er natuurlijk wel al veel langer mee bezighouden. Het is nu natuurlijk wel een heel groot project geweest dat heel veel heeft opgeleverd. Maar heel veel daarvan was al bekend. De professionele geschiedschrijving is al minstens sinds de jaren 60... ook internationaal heel kritisch op de kolonisatie en de decolonisatie. En dat was ook geen geheim. Het is alleen dat in de publieke opinie eigenlijk nooit een rol is gaan spelen. En waarom niet? Komt het niet goed uit? Is het een manier waarop we liever niet naar onszelf kijken? Kwam het er niet van? Nou ja, er zijn überhaupt niet zo heel erg veel historische gebeurtenissen, evenementen die in de publieke opinie een hele grote rol spelen, afgezien van de Tweede Wereldoorlog of incidentele of dingen. Of in het onderwijs. Het historisch bewustzijn in Nederland is nou niet heel erg... Staan we niet bekend om. Nee, dat is niet bepaald groot. De belangstelling ervoor is er niet. De behoefte daaraan is er kennelijk niet. En misschien is dat ook heel is dat prachtig, een uitstekend land, dat we dat niet nodig hebben. Want er zit natuurlijk ook een keerzijde aan. Een heleboel landen die enorm op hun verleden drijven en op verbeeldingen van hun verleden en voorstellingen van hun verleden. Nou ja, we zien het nu ook aan de verbeeldingen van Rusland en de politiek waartoe dat leidt. Daar zit een hele kwalijke, giftige kant aan. Dus in zekere zin is het vrij goed als je misschien tamelijk los bent van je verleden.
En de wijze les van Renan, die ooit een klassiek studie heeft geschreven over wat een natie tot een natie maakt, qu'est-ce que c'est une nation, die zegt ook, ja, een nationaal geheel kan alleen bestaan als je een collectief geheugen hebt en dat onderhoudt. Maar tegelijkertijd moet je ook het vermogen hebben om te kunnen vergeten. Namelijk om al die dingen waarin je als samenleving bijzonder gefaald hebt, of waarin je grote interne spanningen hebt gehad, of waarin je elkaar van alles hebt aangedaan, dat moet je tot op zekere hoogte ook kunnen loslaten. Omdat je anders als samenleving ook niet goed verder kan. Nou kan je erover twisten of je dat zomaar moet loslaten door het te negeren, of dat je er moet loslaten nadat je het verwerkt hebt en er je rekenschap van gegeven hebt. En dat is wat we natuurlijk op dit moment heel erg aan het doen zijn in onze omgang met het verleden. Zoeken naar rekenschap afleggen en op die manier trauma verwerken. Ja, want je schrijft ook wel, geschiedenis is nationale therapie. Ja, in zekere zin. Als je kijkt naar het gebruik van geschiedenis, dan is een belangrijke functie van geschiedenis in de samenleving dat het een soort nationaal therapeutische functie heeft, namelijk door op zoek te gaan naar de grote spanningen en onrechtvaardigheden in de samenleving en daar op een of andere manier het licht op te laten vallen en er vervolgens door erover te discussiëren en het zichtbaar te maken, er overheen te komen. Dat is ook de manier waarop in hele traumatische landen, Zuid-Afrika, het zijn een recent voorbeeld van geweest, dat je via zo'n commissie van waarheidsvinding of zoiets tot een soort van nationale verzoening kunt komen. Nou, Maar dan gaat het toch ook heel erg over het erkennen van wat er is. Ja. Maar goed, gebeurt dat genoeg, vind je, om daadwerkelijk dan daarna verder te gaan? Het gebeurt heel selectief, denk ik. En in deze omgang met het verleden, als we zeg maar alleen maar gaan zoeken naar... ik heb altijd moeite met de aanduiding zwarte bladzijden. Omdat er eigenlijk niet andere dan zwarte bladzijden zijn in de geschiedenis, om te beginnen. Want de geschiedenis is natuurlijk wordt niet optimistisch van. Als je terugkijkt in het verleden, is het een aaneenschakeling van oorlogen, gewelddaden, overheersingen en sociale onrechtvaardigheid. Ik bedoel, daar komt het toch ongeveer een grote trek op neer. Maar het vervelende is, licht en donker, witte en zwarte bladzijden, zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Laten we zeggen, nog steeds, als wij nu kijken naar efficiëntieoperaties, naar manieren om mensen te kunnen beheersen. Ja, daar zitten geweldige technische voordelen aan. Het levert economisch voordeel op. Maar het heeft ook altijd een prijs. Nou, in het verleden, in de geschiedenis, heeft alles een prijs. Een hele hoge prijs. Datgene waardoor een land rijk geworden is, of datgene waardoor een land succesvol geweest is, is altijd ten koste gegaan van anderen in het buitenland dat overheerst is, of in de eigen samenleving. En dat die winst- en verliesrekening, die is moeilijk te maken. En in zekere zin, als je iets anders naar de geschiedenis kijkt, dan zou je het een tragisch-ironisch proces kunnen noemen. Geschiedenis is niet zozeer een verdeling tussen licht en donker en goed en kwaad. Het is een aaneenschakeling van bedoelingen van mensen die meestal, omdat het zo complex is, in hun tegendeel of tot allerlei andere effecten geleid hebben. Alles bestaat uit onbedoelde effecten en tegenstrijdige bewegingen die misschien niet zo geïntendeerd zijn, bedoeld zijn, maar die daar wel eigenlijk toe geleid hebben. En ik vind het altijd wel iets humaans hebben, iets menselijks hebben om de geschiedenis als een ironisch proces voor te stellen. Omdat het bestaat niet per se uit kwade bedoelingen. Het bestaat uit onhandigheid, geknoei en het niet kunnen overzien van wat je in gang zet. Ja, agree. Ja, mee. Ja. En dan misschien als laatste vraag toch nog even. Ik heb soms wel het idee dat er een deel van Nederland alleen niet zo heel erg zit te wachten op überhaupt het erkennen van daden. En zeker ook als ik naar de politiek kijk, dat het
toch, zeg maar, en dan niet in de, niet in de wetenschap, maar wel in de politiek, dat er vaak toch, als het gaat over de Indonesische onafhankelijkheid of over het slavernijverleden, dat het een beetje afgedaan wordt als gezeur van minderheden, om het zo eens te zeggen. Klopt dat, denken jullie? Of valt het eigenlijk wel mee? Of wij het ook gezeur van minderheden vinden? Nee. Maar, of, nou, dat argument is natuurlijk ook heel vaak, het was heel lang geleden. Mm-hmm. En tijd heelt alle wonden, zoals Marco Borsato zong. En zelfs dat blijkt niet. Ja, zelfs Marco blijkt het niet goed te weten. Nee, maar dus het moeilijke is natuurlijk dat... Kijk, Indonesië is nog redelijk dichtbij. En we kennen allemaal mensen die er familie hebben. Of zijn zelf mensen die er vandaan komen. Nou, noem maar op. Terwijl de slavernij, er is niemand die nog leeft. En tegelijkertijd, als je gaat zoeken, dan kan je het overal nog terugvinden. Ik bedoel, als je door de grachten loopt en je kijkt naar bepaalde gewoon gevels, mm-hmm. Je kunt het gewoon zien. Maar je kunt het toch ook gewoon zien aan hoe mensen daarmee bezig zijn. Hoe een grote stempel dat heeft gedrukt op iemands identiteit. Hoe graag mensen willen erkend willen worden in hun lijden, hun voorouderlijk lijden. Daaraan zie je het toch ook. Het is toch zo ontzettend vreemd dat daar zoveel tijd voor nodig is, omdat het zo ontzettend obvious is dat daar behoefte aan is. Ja. Je hoeft niet naar gebouwen te kijken. Je kunt ook naar mensen kijken. Nee, je kunt naar mensen kijken. Nee, klopt ook wel. Maar is dat ook niet de reden waarom het zo krampachtig gaat? Omdat het zo obvious is. Ja, maar dat vind ik ook. En je zit zo in de laatste, jaren dat mensen nog kunnen doen, een soort van kunnen volhouden dat ze het niet echt wisten en dat het niet echt belangrijk was. Ja, maar het is zo cynisch dat je dan, aan de ene kant staan we met z'n allen dat die oorlog als smeermiddel te herdenken op 4 mei. En aan de andere kant zijn er mensen die eindeloos lang in de ijskast gezet zijn om hun lijden erkend te krijgen. En naar wie we nog steeds dan niet echt lijden of luisteren of nog steeds niet echt een dag gunnen of nog steeds niet echt de aandacht geven. Ja, dat is natuurlijk omdat we liever dat smeermiddel hebben dan die zwarte... Je komt hier op het punt dat je gewoon constateert dat de Nederlandse samenleving bestaat uit groepen die een totaal ander verleden hebben en ook een andere rol in het verleden hebben gespeeld. Ik bedoel, we zijn natuurlijk uiteindelijk de erfgenamen van daders en slachtoffers van allerlei groepen in de samenleving. Ja. Dat hoeft overigens niet eens alleen op slavernij betrekking te hebben, maar gewoon ook in sociale verhoudingen. Zeker. Ik bedoel, de onvoorstelbare armoede en sociale achterstand die grote groepen in de samenleving eeuwenlang hebben moeten ondergaan. Ook dat... Een herdenking voor de armoede, een herdenking voor de slavernij. Ja, maar dus de vraag is een beetje of we dat oplossen. Want dan ga je dus zo ver diversifieren. Dan creëer je allemaal groepen die op een of andere manier slachtoffer van de geschiedenis zijn geweest. Die daarvoor erkenning krijgen en die hun eigen monumentje oprichten. Maar dat is vaak heel belangrijk voor mensen. Ja, dat is wel als tussenstap, maar het is... Uiteindelijk, kijk, je wint daar nooit de sympathie van de groepen die het er niet mee eens zijn. Je is creëert, dat het doel? Als je zegt, wordt het door iedereen erkend? Of als je vraagt, trekken wij ons dat aan? Of wordt het een nationale herkenning? Ja, dan niet. Het is een politiek besluit in eerste instantie. Ja. En daarna volgt de maatschappij wel of niet? Het kan een functie hebben voor die groepen. En dat is ook wat natuurlijk de laatste... Nou, pak een beetje 20 jaar enorm aan de bezig is. Dat je erkenning zoekt, erkenning van slachtofferschap, erkenning van historische posities, erkenning van doorstaan leed. En dat is ook goed dat die erkenning er komt. Maar als je nou de vraag stelt, wordt dat nationaal geaccepteerd of levert dat... levert het politieke verschillen op? Ja, het levert politieke verschillen op. Omdat sommige groepen nog steeds een wezenlijk andere visie op dat verleden willen. Maar het levert vasthouden. Ook echt iets op voor de... Kijk hoe het gaat met excuses. Hoeveel dat altijd teweeg brengt. Ook voor de groepen over wie het gaat. Dat je denkt, mijn god, wat een slappe hap, weet je wel. Dat je zoveel jaar later nog... Wat moet ik met je excuses? En toch zijn er mensen die daar zo echt oprecht blij mee zijn. Die het echt zijn, die het echt wat doet. Die zich gevoeld, gezien, gehoord voelen. Ja. Erkend voelen in, zie je wel... Jullie hebben ons iets aangedaan en je zegt sorry. Dus zo werkt het toch ook tussen mensen in ruzies. Een soort, je wil gewoon dat iemand sorry zegt. Ja, dat is ook voor die groepen belangrijk. Dat is ook voor een heleboel groepen in de samenleving belangrijk. Hoewel maar dan we daar is natuurlijk het toch ook voor de samenleving belangrijk? Nou, dat is de vraag of de samenleving als een zodanig als een collectief kan worden gezien... dat het daar iets aan heeft. Tenzij je zegt, oké, daarmee...
is het probleem dan van de baan? Of daarmee leggen we het probleem terzijde? Maar dat wil je ook niet, want daarmee gaat het in zekere zin weer verloren. Het is niet de bedoeling dat na die excuses we zeggen... oké, het is nou afgedaan, we gaan nu over tot de orde van de dag. Dat wil je ook niet. Je wil... Wat is de oplossing dan, Remig? Staat het op je briefje? staat niet op mijn... Help ons, verlos ons. Nee hoor, ik vind... Kijk, het probleem zit een beetje in dat wij de vraag stellen van... wij, zeg ik. Dat hoe wij als samenleving hiermee... Maar er is niet een wij als samenleving. Dat is er dus misschien op die hele spraakse momenten... van 2 minuten stilte op 4 mei. En voor de rest is er een in elk opzicht diverse samenleving... waarin mensen en groepen hun eigen belangen hebben. En dat moet je ook respecteren. Of je het met die groepen belangen eens bent of niet. Of je ze rechts of links vindt... Dat vind ik is minder relevant. Je moet die erkennen dat wij een complexe, diverse samenleving zijn. Anders dan we misschien in het verleden waren, toen we misschien wel... je hebt een periode van de verzuiling gehad. Er was Nederland ook in een aantal grote groepen verdeeld. Maar die hadden allemaal hetzelfde soort referentiepunten in het oudere verleden. Nou, dat zijn we kwijt. We hebben een samenleving, een Nederlandse samenleving bestaat voor 2,5 miljoen inwoners van dit land hebben een niet-Nederlandse achtergrond. De vraag is dus nu, op welke manier kun je nog historisch binding vinden in die samenleving? Nou, dat is denk ik toch vooral door erkenning te geven aan de specifieke historische belangen van groepen in die samenleving. Maar je moet niet de illusie hebben dat je heel goed naar een collectief verhaal kunt streven. Want de eigenaardigheid van een collectief verhaal is dat het altijd ten koste moet gaan, hè, van specifieke groepen. Een collectief verhaal maakt één sluitend verhaal, maar creëert altijd creëert altijd hoofdrolspelers en bijspelers. Maar dat heb je in het onderwijs natuurlijk wel. Want op een gegeven moment is er een curriculum. En dat wordt vastgesteld. En er worden examens in gedaan. En dat is gewoon centraal geregeld, zou ik maar zeggen. En daar staat een verhaal op een gegeven moment dat verteld wordt. Daar moet men op enige manier overeenstemming over bereiken. Van ja, dit is het historische verhaal. Maar het, volgens mij op school en ook de examen vind ik dat is helemaal niet meer zo zeer georganiseerd als een samenhangend verhaal. Het gaat over thema's en over onderwerpen uit de geschiedenis. Ja. Niet meer over een collectief verhaal. Dat doen we eigenlijk al heel lang niet meer. En het is ook heel moeilijk om het te maken. Ik bedoel, ik vind grote uitdaging op dit moment. En daarom probeer ik in mijn boek daar ook over na te denken. Hoe kan je überhaupt nog een samenhangend nationaal verhaal maken? En moet je dat willen? Het Franse model krijg je dan. Ja, geschiedenis in Frankrijk in plaats van geschiedenis van Frankrijk. Ja, ja, nou, dat kan. Of je zoekt naar hele andere oplossingen. Zoals in de Franse Jeu de Mémoire, dat je zegt, nou, wat zijn de ankerplaatsen van waar mensen allemaal nog binding aan hebben. Dat creëert niet een nationaal verhaal, maar het creëert wel een geheel van ervaringen of locaties waar mensen in een land een zeker gevoel bij hebben. Dat kan. Ik kijk naar jullie. Is er nog iets wat jullie hier aan toe zouden willen voegen? Want anders ga ik denk ik vragen of er iemand uit de zaal dat heeft. Nou, dat heeft de zaal vast wel. Ja, ik zie er al een hand. Ik had ook niet anders verwacht. Mag ik dan ook wat licht? Ja, dat is fijn. Oh ja, super, dankjewel. Dankjewel voor dit, zeer boeiende gesprek tot nu toe. Of we zijn er al bijna, maar... Ik moest aan één ding denken, Susan Neiman, wij zijn van Theater naar de Dam, die we al een paar jaar hier proberen te krijgen voor dit gesprek voor de Dam. Die heeft een boek geschreven, Learning from the Germans. En wat eigenlijk ging over hoe de Verenigde Staten in de omgang met de inheemse oorspronkelijke bevolking kan leren van hoe Duitsland met de gruwelijke geschiedenis omgaat. En ik zit te denken in dit gesprek, want het raakt heel veel aan. Maar er zit natuurlijk ook iets heel pijnlijks in dat... mensen die de Holocaust overleefd hebben, Joodse mensen, of mensen die uit Nederlands-Indië hierheen zijn gekomen, de bevolking hier voor een deel als dader ook ziet, of als verrader of als omstander niet heeft ingegrepen. En dat daar zo lang
eigenlijk door van weggekeken is. Omdat, dus je moet je voorstellen dat je eigenlijk decennia leef je in een land waar de meerderheid eigenlijk niet het eigen daderschap wil onderkennen. En we hebben het al hierover gehad, maar ik ben wel benieuwd hoe jullie daar naar kijken. Want dat is echt een hele pijnlijke aangelegenheid eigenlijk. Hè? Dat we dat dus zo lang eigenlijk niet echt serieus hebben genomen. Ten aanzien van het Joodse verhaal is dat natuurlijk al eerder iets aangepast. Maar daar gaat natuurlijk ook over dat roof, al dat geroofde goed. En, Ja, ik zit een beetje te denken. Want Duitsland heeft natuurlijk een heel eigen verhaal inderdaad. Met hoe ze met het verleden omgaan. Want is er eigenlijk een land te bedenken dat bezet is geweest, dat niet zo krampachtig met het verleden omgaat? Want in België en Frankrijk is het ook allemaal heel gevoelig. Ik weet eigenlijk niet of er een... Kijk, de Duitsers hebben natuurlijk niemand schrijft er inderdaad helemaal over. Die konden maar één ding doen op dat moment. Want ja, zij waren die oorlog begonnen, hè? DNV dit Polen. En dus zij hebben vanaf het begin af aan inderdaad heel duidelijk... Ik bedoel, het is niet dat dat in één vergadering is besloten, maar het is duidelijk hoe die cultuur daarmee omgaat en heel duidelijk de dingen bespreken. En in alle andere landen is het natuurlijk die bezet zijn geweest. Die zitten gewoon allemaal in dat... Die zitten voor een groot deel in dat schemergebied van wat is fout, wat is goed. Het is niet dat er in 1945 bepaald was, dit was goed, dit was fout. Er waren natuurlijk wel duidelijke gevallen van goed en duidelijke gevallen van fout. Maar er zit dat grote grijze schemergebied waarin iedereen zich heel lang ophoudt. Het is ook heel moeilijk om te bedenken hoe je dat schemergebied, hoe je mensen uit dat schemergebied haalt. Een hele maatschappij in feite uit dat schemergebied. Ja, als je ook vraagt, ja, waarom duurt het zo lang voordat Nederlanders erkennen dat ze hier schuld in gehad hebben? Ja, de vraag stellen is me eigenlijk beantwoord. Ik bedoel, dat gaan mensen niet collectief doen. Het zou ook georganiseerd moeten worden. Maar het besef dat Nederlanders massaal daarmee de schuld aan hebben of hebben gehad, is er natuurlijk ook niet, omdat de meeste mensen dat niet vinden dat ze dat hebben. En daar kan je het verleden ook niet op afrekenen, want de meeste mensen hebben daar ook niet één op één schuld aan gehad. Dus voor hun is dat een heel verwijderde, vage gedachte. Maar kijk, wat bijvoorbeeld interessant is, wat we nu aan het doen zijn, net een boek verschenen over de Nederlandse topambtenaar die... Lens, ja, die het bevolkingsregister gemaakt heeft. Kijk, dit vind ik interessante studies, omdat die laten zien hoe een systeem van bevolkingsregistratie dat geperfectioneerd werd, hoe dat heeft bijgedragen aan de tragedie die daar uit kon volgen. Dat soort studies vind ik inzichtrijk, want die laten ook zien dat het normaal functioneren van een samenleving, en zelfs het proberen om die samenleving optimaal te laten functioneren door een goed mogelijke ambtenarij en administratie te hebben, dat tot dit soort tragische effecten kan leiden. Ik noemde straks die ironie van de geschiedenis. Dit is er zo eentje. En dat is met de beste wil, beste bedoelingen gebeurd. Maar het is op het misdadige afgebruikt. Ook door de ambtenaren die daar zozeer, ook door Lens, de mensen die daar zo in investeerden. En dat op die manier, vind ik, moeten wij inzicht krijgen in hoe de meerderheid van de bevolking dit heeft kunnen laten gebeuren. Dat is, vind ik, belangrijker eigenlijk dan dat in termen van schuld of schuldigheid of zo zou moeten gaan. Is dat ook wat jij bedoelt als je het hebt over recht doen aan de mensen uit het verleden of recht doen aan de geschiedenis? Ja, omdat je kunt mensen in het verleden niet altijd de meeste mensen niet één op één afrekenen op alles wat er in het verleden fout is gegaan. Je probeert recht te doen aan mensen door te begrijpen waarom ze zo handelden of waarom ze in een systeem zaten dat hun zo liet handelen. En dat... Maar soms kan het wel. Hm? Onmisbaar Boek is natuurlijk Compartiment van Vernietiging van Awam de Zwaan. Ja. En daar wordt wel degen... Help. Dan moet het tegen... Dat is... dank. Dat hallo. Is niet de bedoeling. Ja, hallo? Hallo? Nee? Hallo? Ja, het is wel zonde voor de kijkers thuis. Oh ja. Die er...
Oké. Oké, daar zijn we. Als je allemaal je laptop pakken. Nee, we zullen wat harder praten. We praten wat harder. Voor het laatste stuk. Wat ik wil zeggen is dat ja, een van de onmisbare boeken daarin natuurlijk ook Compartiment van Vernietiging is van Abraham de Zwaan. Die ook wel echt het kwaad probeert te analyseren. Maar wel degelijk ook onderscheid maakt tussen mensen die wel echt iets. Je kunt niet zomaar zeggen dat het allemaal een soort samenloop van omstandigheden is. Of zoals je net schetste dat geschiedenis eigenlijk is. Dat wordt echt een heel moeilijk verhaal dat ik had kunnen vertellen aan mijn grootouders. Ja, dat ben ik dat, natuurlijk lastig. Met je eens. Ik bedoel, dat, dan, natuurlijk dan zijn er schuldigen en kwalijke mensen. Ik bedoel, zelfs ja, als je een ambtenaar lens aanwijst, ja. Die zegt, ja, daar zit een mate van schuldigheid in dat je dat ook bent blijven doen. Dat bedoel, die kunnen natuurlijk individuele mensen best afrekenen. Alleen de meeste dingen gebeuren in een structuur die, waarin mensen functioneren die ja. Dat allemaal niet zo verschrikkelijk bedoeld hebben. Weet je, als het gaat om het. Ik heb daar in mijn boek ook een of twee regels aan gewijd. Ook als wij de vernietiging, de vervolging van de Joden in Nederland herdenken, in zekere zin door de Joodse groep apart te benoemen en te. Gaan we door op de lijn van het apart plaatsen. Eigenlijk gaat het hier om 100.000 Nederlandse medeburgers die in de Tweede Wereldoorlog zijn weggevoerd en vermoord. Nederlandse medeburgers, gewone Nederlandse medeburgers, waarvan er een heleboel ook op het moment dat de bezetting begon helemaal niet de wil en de intentie hadden om voor Joods verklaard te worden. Dat, en in zekere zin is het daarmee, vind ik, een dieper Nederlands trauma, omdat je als Nederlandse burgers hebt aangezien dat 100.000 van je burgers zijn weggevoerd. In zekere zin vind ik dat nog iets pijnlijker dan door wat we nu doen, de groep te benoemen en in zekere zin te verklaren, ja, door hun Joods zijn ze weggevoerd. Nee, dat is beslist waar. En toen mijn overgrootvader in de trein zat van Theresienstadt naar Auschwitz, toen heeft hij het Wilhelmus gezongen. Ja. Echt als blijk van, ik ben Nederlander. Ja. Zeker in de sociaal-democratische beweging. Ja. Daar waren al generaties lang. Hè, of je het assimilatieproces of integratieproces noemt. Maar in ieder geval, de afstand tot het Joods zijn was bij grote groepen, zeker in de sociaal-democratie, aanzienlijk. En dat, net zoals wij nu praten, spreken niet meer over slaven, maar over tot slaafgemaakten, hoe lelijk die aanduiding op zichzelf ook is, zou je ook bijna moeten zeggen dat je tot Jood de Joods gemaakten zijn. En dat is de tragiek van dit proces. Dus, ja. Ik ga denk ik nog één laatste vraag doen, als u het enigszins kan horen, verstaan. Als die er nog is. Twee, dat individuele verantwoordelijkheid ten opzichte van verantwoordelijkheid van autoriteiten en machthebbers, zeg maar. Want het gaat nu ook weer, wat je heel veel hoort, en wat natuurlijk ook wel een mooie terechte vraag is, wat zou jij doen in de oorlog? Maar ik heb toch wel ontzettend de indruk dat mensen individueel misschien wel een beetje hulp nodig hebben om iets te doen wat moedig is, wat dapper is. En dat misschien wel een van de basisdingen is die in de oorlog in Nederland zo ontzettend heeft ontbroken. Als je kijkt hoe snel de secretaris en generaal, geloof ik, die het bestuur hebben overgenomen toen de regering naar Engeland was verdwenen, hoe snel die met de pootjes omhoog gingen liggen en alles hebben gedaan wat de Duitsers van hun vroegen. En als je kijkt naar het bestuur van de NS, van allerlei grote bedrijven, hoe grote werkgevers, gewoon Nederlandse werkgevers, enorm geprobeerd hebben om de februari-staking tegen te houden, dan denk ik. Wat kan je vragen van het? Heb je dan niet een te sterke wissel op wat eenvoudige mensen zoals wij allemaal in hun eentje kunnen? En dat je wat je vooral nodig hebt, dat ik dacht ook dat ik gelezen had dat, nog even los van dat nieuwe onderzoek over de Joodse Raad in Amsterdam, maar dat de Joodse Raad in Enschede zich enorm heeft ingezet om achter de schermen
zodra ze mensen spraken, te zeggen van duik onder, zoek een andere plek. Want we moeten maatregelen uitvoeren, maar we vertrouwen dit niet. En dat heeft geleid tot, ik ben het percentage vergeten, maar tot een aanzienlijk percentage minder Joodse doden. Ja, maar dat is altijd met de ogen achteraf. Hè? Dus dat wij weten dat achteraf, dus toen de oorlog was afgelopen, wisten we pas dat onderduiken de betere optie was. Dat wisten we niet in de oorlog. En daarom is dat boek heel interessant, omdat hij eigenlijk alleen maar gebruik gemaakt heeft van de bronnen tijdens de oorlog. Dus de notulen van de Joodse Raad, dus niet van getuigenissen daarna, omdat je hebt een ander historisch besef op het moment dat je erin zit dan wanneer je terugkijkt. Want in principe was het beleid van de Joodse Raad niet onderduiken, meewerken, want zij werden voortdurend gedreigd, in eerste instantie met Mauthausen. Met Mauthausen in eerste instantie en later met razzia's, februaristaking, vergelding, hup, 700 Joden oppakken. Dus Dat ik denk dat er wel degelijk mensen waren die macht hadden in Nederland, waarbij de Nederlandse overheid, of wat er nog voor doorging, dat die echt heel verkeerde keuzes hebben gemaakt. Ja. En dat er wel degelijk mensen waren in die positie die dat wel zagen. En die ook wel zeiden van nou, wij moeten dingen anders doen. Dat er ook wel mensen geweest zijn die dat wel zeker geprobeerd hebben. Ja. En dat ik het zo ontzettend lastig vind om alles op de schouders te leggen van het individu. De man in de straat, zeg maar, of de vrouw in de straat. Nou, een heel mooi voorbeeld is Denemarken. Daar zijn echt heel veel, ik kan niet zeggen bijna allemaal, echt ongelooflijk veel Joden rond. En dat was echt omdat de regering, de koning, de politie niet meewerkt. Geen Jodensterren dragen. Dat verhaal was de Jodenster werd geïntroduceerd. Toen, ik ben even vergeten wie de koning. Toen besloot de koning ook een Jodenster te dragen. Waar toen eigenlijk dat symbool belachelijk werd gemaakt. En toen werd niet werd gebruikt. Dus er zijn inderdaad. Oh, dat microfoon doet het opeens. Ik hoop dat ik schreeuwen. Dus er zijn absoluut van die momenten. Ja. En niet in Nederland en ook niet in Frankrijk en in België ook niet echt. Ik bedoel, het is niet dat alleen Nederland daar heel slecht in was. Ja, god. Ik bedoel, ik vond echt, Remy had al over het boek van de Jurriën Rood over Lens. Vond ik een van de interessantste dingen die ik in tijden heb gelezen. Dit was gewoon een man, een ambtenaar, die was al de hele jaren 30 bezig om persoonsbewijs te ontwikkelen. En die liep tegen allemaal collega's aan die niet meer wilden meewerken. En toen vielen de Duitsers binnen en die hadden een nieuw persoonsbewijs liggen. En hij was heel ambitieus en hij zei, ik heb een persoonsbewijs. En dat is echt dat persoonsbewijs. Dat hij mocht helemaal naar Berlijn komen om uit te leggen hoe dat werkte. Dat werkte zo goed dat het Nederlandse persoonsbewijs een soort van het voorbeeld werd. Omdat het niet bijna heel moeilijk te vervalsen was. Met als gevolg dat die man waarschijnlijk gewoon die ambitie van één zo'n figuur het veel moeilijker voor Joden en voor mensen in het verzet heeft gemaakt. Ja. Dus het is altijd die afweging van er zijn wel degelijk de individuen die voor een kantelmoment kunnen zorgen. En aan de andere kant is het natuurlijk ook het hele politieapparaat in Amsterdam. Daar is natuurlijk veel onderzoek nu naar gedaan. En ook natuurlijk de hele ambtenarij Maar daar zit wel een element van maatschappelijke cultuur. Ja. Dat weer boven de individuen uitgaat, zit daar ook in. Hè? Kijk, een van de tragische kanten van de Nederlandse bezettingsperiode is geweest dat er veel. Dat onder andere het wegvoeren van de Joden mogelijk is geweest. En ook trouwens het gebrek aan het verzet. Omdat er een lange, lange traditie van gezagsgetrouwheid was, van eerbiediging van gezag. Je zou het huidige Nederland niet meer direct zeggen, maar dat we daarin uitblinken. Maar dat is heel lang een diep gevestigde en ook conservatieve traditie geweest in de Nederlandse samenleving. Die maakte dat gezagsgetrouw, het volgen van het eerbiedigen van de autoriteiten die boven je gesteld zijn en dergelijke, dat dit meelopers of passief gedrag eigenlijk gefaciliteerd heeft. Daar zit een sociaal-culturele kant aan die eigenlijk buiten de individuen ligt. Ja. Dus, één laatste vraag. Ja. Bedankt voor het bijzondere gesprek allereerst. En ik had zelf nog, is er nog een ander voorbeeld uit de geschiedenis van Nederland waar dat daderschap
naar voren kwam, wat misschien nu niet meer aan wordt gedacht, maar waar toen in de herinnering van de Nederlanden in een bepaalde mate aandacht werd gegeven aan dat daderschap van Nederland, dus die andere kant. Daderschap ten opzichte van anderen dan, hè? Of ten opzichte van de delen van de eigen samenleving. Want we hebben natuurlijk, laten we zeggen, in de strijd die om de herinnering van de opstand en zo is gevoerd. Of in de periode dat er in Nederland hele grote politieke tegenstellingen bestonden, zoals aan het eind van de 18e eeuw. Ja, dan is er natuurlijk wel gewezen op daderschap, op verantwoordelijkheid. Kijk, in de politieke strijd van de late 18e eeuw werd alles wat er in Nederland fout werd gegaan op de schouders van de stadhouder geschoven. Hè. Dat was een verrader die met Engeland hulde en met Duitsland hulde enzovoort. Dus dat, er zijn wel degelijk heel veel momenten in de geschiedenis waarin dit een rol speelt. Dus, ja. Ja, moord op de gebroeders de Wit. Kan ik me voor, ja, het is best moeilijk om inderdaad een moment te kiezen waarin Nederlanders zich schaamden voor iets dat ze echt een hele bevolkingsgroep hadden aangedaan, denk ik, in die tijd. Omdat... Nee, maar wel ja, dit soort politieke schuld. In 1672 inderdaad, dat die schuld bij de gebroeders de Wit wordt gelegd. Omdat die 25 jaar de belangrijkste politici waren geweest. En die kennelijk het land verkwanseld hadden. Maar goed, dat is ook gewoon... Ja, en inderdaad de anti-helden die daarna helden worden, zoals Spinoza natuurlijk. Die ja, in ban is gedaan en nu toch gezien wordt als de grootste filosoof ter wereld. Ja, dat zijn ook gelukkig hersteloperaties die plaatsvinden. Maar de ban is niet hersteld hoor, is niet gelukt. Is niet, Nee. De ban is er gewoon. Ja. Zou die zelf ook niet geen ban kunnen Spinoza schelen, is een betrekkelijk moeilijke filosoof. Dus het is heel moeilijk om hem heel erg populair te maken. Hè? Dat is natuurlijk ook alweer zo. Oh? Omdat het een moeilijke filosoof is, is het niet een filosoof die zich heel makkelijk leent om populair gemaakt te worden, of gepopulariseerd te worden. Hè? Maar hij is ontzettend gepopulariseerd. Ik ken echt niemand die niet dweept met Spinoza. Het is een soort goeie. Ja, maar hoeveel geworden mensen ken je die Spinoza goed kunnen uitleggen? Nou, best wel veel eigenlijk. Inmiddels. Dan verkeer je in bevoorrechtingen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ik voel hier een nieuwe avond aankomen. Jozef Friedrich Honitba, Lasje Remigh Aerts, heel erg veel dank dat jullie hier vandaag waren en voor dit gesprek. Ook heel erg veel dank aan toneelgroep Goed Gezelschap met Danny Lucchese, Joost Klaas, Emma van Muiswinkel, Jaap Tieleman en Clemens Patijn. En de arrangementen zijn van Wiebe Gotink. Zeg ik het goed? Oké, gelukkig. Morgen speelt er hier in deze zaal de voorstelling De Crux van Nicole Nachtzaam en Rieks Zwarte over kapitein Westerlings gruwelijke optreden in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dus daar kunt u naartoe om 9:00 na de dodenherdenking. U kunt ook nog naar een van de 120 andere voorstellingen van Theater Na de Dam door heel het land. Ga vooral, want die zijn... ik heb ze niet allemaal gezien, maar... Ja. Ga vooral naar iets kijken. En heel graag tot de volgende keer. Dank u wel. Okay.